Hoe heb jij eigenlijk de afgelopen tijd ervaren? Want er is nogal wat gebeurd in jouw leven. Ik heb wat vrijwilligerswerk gedaan op YouTube en daarvoor werd ik ontslagen. Wat ook heel raar is natuurlijk, dat je dat ook op je cv kan zetten. Ontslagen voor vrijwilligerswerk. Als een studie echt ging om het verrijken van geesten, dan was het gratis geweest. Noem eens twee van die jonge pyjama boys. Je hebt die Klaver. Ja, en Rob Jetten, T66. Gap, met alle respect. Stel, de pleuris breekt uit. Mm. Dan zijn dat niet mijn teamgenoten. Ja. Die gasten hebben gewoon een iPad met spelletjes. Als een wet een boete is, dan is het een wet voor mensen die arm zijn. En niet voor mensen die rijk zijn, want die kunnen die boete betalen en gaan met twee vingers in hun neus weer verder met hun leven. Want je kan mij niet vertellen dat Hugo de Jonge geen drugs gebruikt. Ik geloof dat niet. Ik ben zelf een ex-verslaafde. Mm-hmm. Dat is het probleem wat we hebben. We hebben gewoon een hele generatie bitch-ass motherfuckers. Nou, we worden allemaal opgeleid om kantoorrobots te zijn. Lubach is sowieso een teringhond. Ik vind het heel fijn dat er allerlei mensen zijn bij de NRC die zo met mij bezig zijn, dat er columns over me worden geschreven, er worden spotprinten van me gemaakt, er worden bordspelletjes met me verkocht. En er gingen alleen maar heel veel mensen naar mijn geluid luisteren, omdat het geluid was wat in de linkse grachtengordel al jarenlang de mond gesnoerd wordt. En de meeste mensen, ja, ik noem ze grachtengordeldieren, en Joep is er één. En Arjan is er ook, en ze allemaal grachtengordeldieren. En ik zal nooit een woord terugnemen over iets wat ik heb gezegd. Ik zal never, ever, 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 ever mijn excuses maken over iets. Yes, yes, yes. Welkom bij de vierde aflevering van The Truman Show. En voordat we gaan beginnen, doe even dat duimpje omhoog, abonneren en als je het leuk vond, straks deel het met je vrienden. En ik zit hier vandaag met iemand en ik heb er gewoon zelfs een papiertje voor geschreven om zo'n intro hiervan voor te kunnen doen. En laten we even beginnen, want we zijn in Leiden en dat zegt nog niet zoveel, maar deze man is rapper. Hij heeft opgetreden eigenlijk in alle grote podia van Nederland. Ahoy, Ziggo Dome, Arena. Miljoenen views op een podcast. Ook een vervent podcastmaker. Als gezegd, de rapper. Een van de bekendste van Nederland, zou ik wel zeggen. Een beetje het meest besproken onderwerp van het afgelopen jaar geweest. Hij is vader ook nog. Hij is in de Tweede Kamer besproken zelfs. En hij is denk ik, en dat is ook wel de reden waarom hij hier is, een van de weinige BN'ers die zich echt al jaren durft uit te spreken en gewoon zegt wat hij denkt. Dames en heren, ik zit hier met niemand minder dan Lange Frans. Dankjewel. En ja, sinds een paar minuten ook de uitvinder van de Grow Back Your Balls pil. Ja, daar zijn we. Die we binnenkort op de markt gaan brengen. Een pil voor de man die gewoon wat meer moet kunnen. En ik denk, dan met die intro, dan kunnen de mensen ook al een beetje aanvoelen waar we heen gaan in dit gesprek. Ja. En we zijn in Leiden, want we hebben het afgelopen jaar heel veel geleden. Dat is de enige. Nee, dit is een fijne plek van collega's van mij. En ik denk, we moeten een podcast maken. Mm. Hier, lekkere bankies. Ja. Een beetje gitaartje in de buurt, weet je wel. Ja, het is gezellig. Zo. Lekker plekje. Ja, toch? Ja, man. Ja, ja. Heel blij hiermee. Dus ik denk, we gaan hier lekker op de bank hangen en gaan een beetje even kletsen. Ja. Hey, nou, laten we maar gewoon gelijk even beginnen, man. Want hoe heb jij eigenlijk de afgelopen tijd ervaren? Want er is nogal wat gebeurd in jouw leven. Nou, kijk, mensen denken dat er heel veel is gebeurd. Maar dat is eigenlijk niet zo. Mm. Maar vanaf de buitenkant lijkt dat misschien zo. Ik heb gewoon mijn werk gedaan. Zo goed en zo kwaad als dat ging dit jaar. Mm-hmm. Ik heb wat vrijwilligerswerk gedaan op YouTube. En daarvoor werd ik ontslagen. Wat ook heel raar is natuurlijk, dat je dat ook op je cv kan zetten. Ontslagen voor vrijwilligerswerk. That happened. En ik heb muziek uitgebracht, die heeft het goed gedaan. En ik ben nu weer veel muziek aan het maken. Ik ben altijd veel muziek aan het maken. En ik heb gewoon gemerkt dat het verhaal wat ik eigenlijk, de standpunten die ik al bijna 20 jaar in het professionele artiestenvak, zeg maar, uitdraag. Mm-hmm. Die resoneren vandaag de dag nog meer bij mensen dan dat ze al deden. Ja. Mensen waren heel verbaasd. Ik zeg, ja, ik heb toch Kamervragen 1 en 2 geschreven. Ik heb toch ook geschreven over beschermheren van pedofielen hier in Nederland. Mm. Hoe is het nou? Hoe is dit ineens een verrassing of zo? Ik vind zelf niet zo'n verrassing. Nee, maar denk je niet dat, dat de mensen destijds eigenlijk helemaal niet stil stonden bij hetgeen waar je over schreef? Nou, heel veel mensen staan niet stil. Bij heel veel dingen niet. Ja, dat is waar. Dus ik heb me iets wat vergist in de kracht van dit volk. Misschien is dat het wel. Ja?
En weet je, we klagen met z'n allen ook heel erg over onze regering natuurlijk. En dat doe ik zelf ook heel graag. Maar ik ben toch tot de conclusie gekomen dat elk land krijgt de regering die het verdient. Mm-hmm. En deze slappe... Deze slappe bende die we nu aan het roer hebben, is gewoon een afspiegeling van wie wij zijn als volk. Mm-hmm. En dit is precies wat we verdienen. Dit is het. Maar denk je niet, want hier hadden we het net ook al kort over, maar ik heb ook wel het idee van, ik vind het een beetje cru om het soort van de mensen, dat het onze eigen schuld is. Dat is het natuurlijk per saldo wel. Het is onze schuld wie wij zelf aan de macht hebben geholpen. Maar nou ja, en dat wij niet echt kunnen zien wie die machthebbers zijn of wat zij echt van plan zijn. Ik vind dat niet echt ons aan te rekenen. Ja en nee. Kijk, we hebben het internet. Je kan alles leren. Je kan alles uitzoeken. En als je het geld volgt, dan kom je vanzelf uit bij de mensen die aan de touwtjes trekken. Mm-hmm. Weet je, er zijn gewoon... Maar er zijn wel hele aparte dingen. Er zijn natuurlijk, we kunnen namen noemen, je mag ook gokken, maar er zijn natuurlijk vrouwen die ineens minister zijn, die al zeg maar jaren daarvoor dan vriendinnen waren met de koningin. Dan denk ik altijd van, dat is raar. Dat is een goede manier om minister te worden, vriendinnen zijn met de koningin. Mm-hmm. Het is natuurlijk ook raar dat heel veel ministers van justitie allemaal van dezelfde studentenclub komen. Mm-hmm. Van hier ergens uit de buurt ook, toevallig. Mm-hmm. Ja, dan denk je van, hoe moet er dan iemand, zeg maar... De koning trouwens ook. Ja, bijvoorbeeld, weet je. Hoe moet dan, zeg maar, iemand denken, hoe moet ik dat dan worden? Ik wil dat de meest rechtvaardige persoon in Nederland zou de minister van Justitie moeten worden. Mm-hmm. En niet degene die uit die studentenclub komt rollen. Nee. En ik denk dat die feiten liggen al heel lang op straat. Daar hadden we al lang wakker voor kunnen zijn. Ja. Maar mensen hebben het heel druk. Mensen zijn keihard aan het werk en de kinderen moeten naar hockey en er moet van alles gebeuren. En mensen zijn blij als ze om 8 uur op de bank kunnen ploffen. En er doorkomen om de volgende dag weer een keer het opnieuw te gaan doen. Mm-hmm. Dus heel veel mensen hebben een druk leven waarin ze heel erg geleefd worden, maar ze leven eigenlijk zelf niet. Mm-hmm. Weet je, dat is een beetje het risico van een systeemrobot worden. Mm-hmm. Maar dat is ook iets waar sommige mensen kiezen er bewust voor. Andere mensen worden er echt gewoon ingezogen. En je moet op tijd voor jezelf in je leven op de handrem gaan staan. Ik kwam er ook op een gegeven moment achter van, ja, wacht even. School en universiteit is eigenlijk gewoon een soort junior kantoor. Het is allemaal je klaarstomen om op tijd te komen, om te eten wanneer er gezegd mag worden, en je vinger op te steken als je naar het toilet mag. Ja, en ik kom uit een vrijer vak. Ik doe precies wat ik wil, wanneer ik wil, zeg maar. En mm-hmm. Maar daar zeg heel je, anders is dat. Ja, maar daar zeg je wel iets opmerkelijks. Want wat ik eerder zei, of wat ik daarmee probeerde te zeggen, is dat, denk ik, heel veel mensen die dus nu bijvoorbeeld de VVD hebben gestemd en zo, dat die... Ja, je zegt je verdient... wij verdienen onze eigen machtshebbers. Alleen... Nee, we verdienen elk land verdient de regering die het krijgt. Precies. Ja. Maar op het moment dat je eigenlijk al ziet... dat je op het moment dat je zo lang bijvoorbeeld een studiesysteem blijft hangen... of weet je al onwijs lang dingen geleerd wordt van iemand anders... dan wordt het je ook wel heel moeilijk gemaakt... om uiteindelijk buiten die gebaande paden te gaan kleuren. Ja, en als ik kijk naar mijn eigen leven... Kijk, ik studeerde bedrijfskunde aan de VU in Amsterdam... En dat ging helemaal niet slecht, hoor. Ik zat in mijn derde jaar en ik kon goed meekomen. Als ik hard mijn best deed, dan kon ik top of the class zijn. Maar dat is meer van, hoeveel zin heb je om alles, zeg maar, te doen? En in het derde jaar werden er ook al mensen, zeg maar, die heel goed gingen, werden ze weggeleurd door de grote bedrijven, weet je wel. Daar werd al aan getrokken. En ik had, godzijdank, hiphop als redding. Ik had een studiootje, ik verkocht cd's op straat, ik deed talentenjachten en dat begon allemaal steeds beter te gaan. Dus zeg maar, ik wist dat ik moest studeren, want dat wilde mijn vader ook graag. Veel mensen gaan ook studeren omdat het een soort druk is van huis uit, weet je wel. Dat is toch de Zeker. Druk van huis uit. Ja. En de maatschappij ook, hè? Want als Precies. je het kan qua intelligentieniveau, dan moet je het doen. Ja. Precies, ja, ja, dan voelt het bijna als een verplichting. Ja. En ik kon het en ik was er goed in. Maar wat me heel snel opviel bij bedrijfskunde is van, wacht even. Er wordt ons hier alleen maar verteld en geleerd hoe wij in een bepaald systeem mee kunnen werken aan het in stand houden van dat systeem.
Maar geen één hoofdstuk in alle dure boeken die ik moest kopen al die jaren was... Oké, dit is hoe je zelf een BV, een NV, een limited begint. Dit is hoe je het inschrijft. Dit is hoe je je belasting betaalt. Weet je, gewoon de essentials. Doe het zelf. Mm-hmm. Maar het was altijd van... ook in de boeken. Wij worden mensen die mee gaan draaien in. Weet je? En dan werden er hoofdstukken over Richard Branson, Richard Virgin Galactic. En dan had hij eerst een cola en toen een platenzaak. En nu zegt hij al 35 jaar dat hij met de raket ergens naartoe gaat. Hij gaat helemaal nergens naartoe. Die man is nog 35 jaar loopt iedereen kaartjes te verkopen. Hij is nog nergens naartoe gegaan, weet je wel. Het is allemaal slap geouwe hoer. Mm. En... Ik had dus godzijdank de side hustle was hip-hop. Mm. En ik raad iedereen aan, je gaat naar school, zoek een baan, zorg dat je gewoon je dingetjes doet. Maar ik was altijd het meest enthousiast over mijn side hustle. En ik heb zoveel liefde en tijd en energie in die side hustle gegooid, dat op een dag mijn side hustle zo groot werd, dat het mijn main hustle werd. Mm-hmm. En dat is het, weet je. Ik bedoel, werk voor je baas, maar zorg dat je daarna in je schuurtje of op zolder, dat je daar aan je droombedrijf of aan je droomwebshop of je droomproduct of je droom whatever droom aan het werk bent en blijft. Ja. Want die passie is uiteindelijk waar je het gelukkigst van gaat worden. Ja. En als je daar goed genoeg in investeert, dan kom je misschien op een dag op een moment dat je je baas kan bellen en zeggen, hey, ik kom niet meer. Nee. Klik. Zoek het uit. Adios. Ja. Ja, en dat is een prachtig moment. Maar hoe voelde je dat? Want ik, voor mij bedrijfskunde en rappen is nou, überhaupt een WO-studie en rap is volgens mij niet hetgeen wat je het makkelijkst met elkaar rijmt op het moment dat je zo'n bedrijfskundeopleiding... Waarom zou je dat zeggen? Nou, nee, ik bedoel meer te zeggen dat volgens mij zijn er niet heel veel mensen op die opleiding die dat op dat moment aan het doen zijn. Dus je moet al... dat bedoel je. Ik was zeg maar als creatieveling een wat vreemdere eend in de bijt. Daar wilde ik heen. Ja. Dit was geen Herman Brood Academie. Exact. Nee, absoluut niet. Nee. Dat klopt. Het waren allemaal knappe koppen die moesten studeren. En die op een gegeven moment dachten, ja, als we veel geld willen verdienen, kunnen we het beste bij de bank gaan werken. Ja, en dat is logisch gezien, waar ligt de grootste berg geld? Nou, in de kluis van de bank. Dus ja, probeer met je stroperige vingers maar zo dicht mogelijk daar in de buurt te komen. Ja, dat is toch een beetje wat het is. Mm-hmm. En heel veel mensen die inderdaad, omdat hun vader of hun oom al in het systeem zat. En dan, ja, maar voor mij was het ook, ik woonde, mijn middelbare school was 5 minuten verder dan mijn universiteit. Dus voor mij was het ook niet van, ik kwam niet in een studentenleven. Ik ging gewoon zeg maar naar VWO 7. Zo voelde het voor mij gewoon. Ik fietste 5 minuten verder. Ik ging niet ergens anders wonen. Ik ging niet mijn studentenvereniging. Ik ging niet roeien. Ik ging niet dwangmatig bier drinken op donderdagavond met allemaal mensen die ik niet kende. Fuck you, ik stapte gewoon op mijn fiets en ik ging weer naar de studio, weet je. Dus voor mij was het hele studentenleven, ik heb dat veel meer... als een eenling ervaren dan als een soort van groepsproces waar je... Kijk, als je bijvoorbeeld in een stad gaat studeren 200 kilometer van je ouderlijk huis, dan ben je gedwongen om nieuwe vrienden te maken en om hallo te zeggen tegen je nieuwe buren en om een sociaal leven op te bouwen. Ik heb nooit last van gehad. Nee. Maar daardoor heb je dus ook niet echt volledig echt in dat studentensysteem meegedraaid. Nou ja, ik heb gewoon gestudeerd. Keihard. Ja, en ik heb gewoon mijn cijfers gehaald en ik heb mijn best gedaan en ik heb mijn werk gedaan. Mm. Maar ik ben niet in het sociale studentenleven ben ik nooit... Al moet ik wel zeggen, ik was altijd cool met iedereen op mijn studio. Hoor. En het moment dat wij in de finale stonden van de Grote Prijs van Nederland in Paradiso... waren er meer dan 30 man van mijn studie waren gewoon gekomen om te supporten, weet je wel. Mm. Dus het waren gewoon wel lijpe gasten. Ja, weet je? En ze vonden de tering doof dat ik rapte en ze vonden het ook vet. En ze kwamen er graag voor om te supporten, weet je wel. Mm-hmm. Dus dat geen slecht woord over mijn studiegenoten, hoor. Dat waren ook gewoon allemaal lieve mensen. Ja. Maar ja, en ik dacht ook van ja, ik moet gewoon de business side van de business kennen. En er was geen school waar je naartoe kon om te checken hoe je muziekcontracten en allerlei deals in elkaar moet. Het bestond gewoon niet. Het was er niet. Nee. Heb je veel in je studie gehad eigenlijk later? Nou ja, een studie bedrijfskunde maakt je niet dommer. Weet je, ik heb een beetje moeite met statistiek, dus daar heb ik heel erg extra op moeten studeren om dat goed te krijgen. En een stukje wiskunde wat erin zit, vond ik altijd wel lastig. Maar uiteindelijk heb ik het wel allemaal gedaan. En ik weet niet of iedereen sociale antropologie moet gaan studeren. Ik weet niet of iedereen, zeg maar... inheemse Australische talen moet gaan studeren. I don't know. Nee. Maar als dat is waar je hart ligt, ga ervoor. Volgas. Ja.
Doe absoluut wat je moet doen. Maar zie ook wat een studie is. Ik bedoel, als een studie echt ging om het verrijken van geesten, dan was het gratis geweest. Mm-hmm. Hetzelfde met wetten, waarin als een wet een boete is, dan is het een wet voor mensen die arm zijn. En niet voor mensen die rijk zijn, want die kunnen die boete betalen en gaan met twee vingers in hun neus weer verder met hun leven. Ja. En als jij wil studeren, prima. Maar als jij zeg maar niet betaalt, dan mag je gewoon niet komen. Het is ook gewoon een hossel. Mm-hmm. En uiteindelijk, als je braaf betaalt en je doet braaf genoeg wat er gezegd wordt, dan krijg je een papier waarop staat dat je 4 jaar lang of 5 jaar lang braaf hebt gedaan wat er gezegd wordt. Mm-hmm. En dat papier, dat heeft bij sommige mensen een bepaalde waarde. Ja. Ja, maar dan heb je dus inderdaad, daar word je dus eigenlijk al geleerd om mee te doen. Een systeemrobot te zijn. Ja. Ja. Slaafs. Ja. Ja. Dus dan, maar als het al zo vroeg erin gaat, dan is het misschien nu ook niet zo gek dat we nu wil ik je quoten, maar een generatie van... Bitch-ass motherfuckers creëren. Ja, precies. Ja, want dat is het probleem wat we hebben. We hebben gewoon een hele generatie bitch-ass motherfuckers. Ja. Die niet zelf een band van hun auto kunnen verwisselen en verwachten dat alles binnen 10 minuten op een telefoon geregeld wordt. Ja. Newsflash, dat is niet hoe de wereld werkt, denk ik. Nee, nou, ik ben het met je eens. Alleen zij, ja, dat is. We zijn zo gewend geraakt. We hebben natuurlijk ook in een periode geleefd waar we het ontzettend goed hebben gehad, volgens mij. In ieder geval het idee hebben gehad dat we het heel goed hebben gehad. Ja, ik denk dat we het in Nederland sowieso ontzettend goed hebben. Mm-hmm, precies. En trouwens, dat geldt niet voor iedereen. Er zijn absoluut mensen die zwaar onder het minimum leven en die met kunst en vliegwerk alle touwtjes aan elkaar moeten knopen om het te redden. Mm-hmm. Maar ja, het is hier in Nederland goed toeven. Ja. Ik ben ook gek op Nederland. Ik heb veel kritiek op wat er nu in de hand is, maar weet je, en de gemiddelde rapper, die rapt ook in alle platen. Zodra ik mijn money maak, dan ben ik weg hier. Nou, top. Mm-hmm. Succes. Ga lekker leven in je vakantiehuis in Spanje. Mm-hmm. Veel plezier. En ik hou ook van op vakantie gaan. Vat me niet verkeerd. Ik ben ook graag in een vakantiehuis in Spanje te vinden en een beetje lekker bruin worden. Hè? Maar uiteindelijk ben ik gek op Nederland. Ik zou geen ander land naartoe willen om... ik kan hier heel goed werken. De productiviteit ligt er hoog. Ik ken hier al mijn mensen. En ik ben helemaal content dat ik gewoon een Hollandse polder MC ben en dat dit mijn leven is. Ik zou niet willen vluchten als het niet zou hoeven. Nee. Maar de gemiddelde rapper, die had al een teringhekel aan dit land toen hij begon te rappen, zeg maar, weet je wel. Mm-hmm. En dat vind ik ook een beetje apart, want het is wel vaak dit land wat je ook de mogelijkheid geeft om je te ontwikkelen zoals je wil. Ja. Waar komt dat vandaan, denk je dan? Ja, weet ik niet. Ik weet niet waar het vandaan komt. Het is wel iets waar ik constateer dat heel veel rappers praten over weggaan. Oké. Okay. Ik vraag me af hoe lang je op vakantie kan. Van al je rapgeld. Wanneer er moet een moment komen dat je terugkomt van vakantie. Ja. Of ga je dan ook niet meer optreden? Vond je dat dan ook niet leuk? Vind je het dan ook niet leuk dat er hier 1 miljoen mensen zijn die al je raps mee kunnen zingen? Is dat dan ook niet leuk? Mm-hmm. Wat is, snap je? Mm-hmm. En dan denk ik van, het zijn allemaal jonge miljonairs ook nog eens. Dan denk ik, ja, ik zou toch met iets meer liefde en dankbaarheid. Maar goed, dat ben ik hoor. En ja. Verder geen kritiek. Maar ik vraag me wel af, is het stoer om te roepen? Of is het echt iets wat je doordacht hebt, zeg maar? Mm-hmm. Mm-hmm. En nogmaals, er is niets mis met reizen of op vakantie gaan. En als je een prachtig tweede huis hebt in het buitenland, power to you. Ik vind het top. Mm-hmm. Maar er zijn ook heel veel gasten die hebben nog geen nagel om aan mijn reet te krabben. En die speculeren alleen maar van, als ik mijn money heb, dan ben ik pleiten hier. En dan denk ik van, oké. Dus het... Er zit toch ergens een soort drang om te vluchten van waarschijnlijk de stress van het leven die we toch hier met onszelf meebrengen of zo. Ja. En ik denk als je een leven creëert waarin je alleen maar uit wil wegrennen, mm-hmm. ja, dan heb je een slecht leven gecreëerd. Het is hetzelfde als je een baan hebt en je bent op... Dat doen ze op de radio ook heel vaak. Dan is het woensdag en dan hoor je de radio-dj op kanaal XYZ. En die jongens die klinken ook allemaal hetzelfde. Mm-hmm. Je kan ze niet van elkaar onderscheiden. Je wordt geselecteerd. Als je die stem hebt, dan mag je meedoen. Het maakt niet uit wat je ooit hebt gedaan. Als je zo klinkt, dan mag je meedoen. En dan zegt zo'n DJ in het midden van de week... nog 2 dagen tot het weekend. Oké, ja, dat klopt. Het is woensdag. Dus dan is het altijd nog 2 dagen tot het vrijdag is. Maar wat is er mis met je leven als je zo zit te hunkeren naar die vrijdag? Ja.
Want ik ben blij met elke dag, met elke ochtend die ik krijg. Ook als ik bedoel, ik heb ook wel dagen dat ik dingen moet doen waar ik niet super enthousiast van word. Mm. Maar ik ga ze wel allemaal doen met enthousiasme. Ja. Want, en dat is een heel groot verschil. Het maakt mij niet uit. Ik vind het hartstikke leuk als het zaterdag is. Mm. Maar mijn maandag is ook altijd top. Mm-hmm. En als hij niet top is, dan maak ik hem top. Ja. Snap je? En heel veel mensen zitten toch echt in een... Weet je, en als je op de radio al wordt alweer ingeprogrammeerd... Oh, we moeten op woensdag extra balen, want het is het midden van de week. Mm. Weet je? En hopelijk hebben we vanavond een lekker biefstukje, want dan komen we de week door. Ja. Hoe bedoel je de week doorkomen? Het leven is een motherfucking feest. Ja. Je kan alles doen wat je fucking wil. Je kan alles verzinnen wat je wil. Je kan op 100.000 manieren geld verdienen in dit land. Weet je, je zijn... We hebben het fucking internet. De meest spirituele uitvinding die we ooit hebben gehad. Weet je? Mm. Je kan connected zijn met iedereen op aarde. Mm. Ik snap niet dat er mensen zijn die klagen, zeg maar, wat dat betreft. Nee, maar en dat is heel treffend dat je het zegt. Ik heb bijna het idee dat mensen zijn gewoon niet meer tevreden met wat ze doen. Of gaan gewoon niet doen, dat is het. Ze gaan gewoon niet doen waar eigenlijk hun hart ligt. Maar dat komt denk ik ook voort uit in ieder geval dat gevoel krijg ik vaak. Dat mensen, we zijn... Nou, je zei net al, liet je het woordje robot vallen, maar we zijn gewoon niet meer gewend om te luisteren naar onze intuïtie en te kijken naar wat je nou echt wil en dat gaan nastreven in je leven en dat gaan doen in je leven of zo. Dus we doen maar gewoon wat we verwacht wordt van ons en dan... Kijk, en als kinderen inderdaad niet kritische ouders hebben, die als er op het journaal iets wordt geroepen meteen ja en amen knikken, ja, dan neem je dat over. Mm-hmm. Want als je vader een bitch-ass motherfucker is, ja, dan word je ook een bitch-ass motherfucker. Ja. En moeders kunnen ook bitch-ass motherfuckers zijn. Mm-hmm. Dus dat is het. En als jij zeg maar een opa en een oma hebt die hartstikke kritisch zijn en je hebt iemand die alleen maar naar Nieuwsuur aan het roepen is, dit klopt niet, leugenaars, dan krijg je het. Dan denk je, oké, dan dat kan ook anders, weet je wel. Maar er wordt ons denk ik niet geleerd om heel veel vragen te stellen. Nee. En als je als kind slimme vragen stelt. Kijk, kinderen stellen hele slimme vragen. Waar we als volwassenen helemaal geen antwoorden op hebben. Kinderen kunnen fantastische vragen. Niemand kan uitleggen. Weet je, mijn dochter vroeg bijvoorbeeld laatst. En ik ga verder ook dus verder niet te veel op in. Ga dit lekker zelf maar uitzoeken. Pap, is het niet raar dat we nu gewoon de maan kunnen zien, maar achter is ook de zon. Want hoe ze uitleggen hoe het allemaal werkt in ons systeem, zou dat niet mogelijk moeten zijn. Want als we hier de zon hebben, dan is de maan aan de achterkant. En ik zeg tegen mijn dochter, schat, wat jij zegt, dat klopt helemaal. Mm. Het is een hele slimme observering van jou. Mm-hmm. Maar er wordt, als je dit aan een ouder... Niemand weet hoe het echt zit. Dat is punt A. Er zijn heel veel theorieën. Maar de meesten zeggen, ja, dat is de schaduw en de schaduw van de maan. Mm-hmm. Maar je ziet hem toch gewoon. Dus dat, slimme kinderen, vaak word je dan denk je, oh, het is de schaduw. En dan ga je door met je leven. Maar er zijn een klein percentage mensen en ook jonge mensen die blijven denken, ja, maar wacht even. Dat heeft mijn moeder wel gezegd, maar misschien lult ze wel gewoon uit de nek. She don't know shit. Yeah. Weet je? En ik denk dat de grootste wijsheid die je denk ik kan hebben, is dat je toegeeft dat je weet helemaal niks. Nee. Je weet niks, schat. Nee. En alle mensen die pretenderen iets te weten, nou, die neem ik met een kilootje zout. En die ga ik gewoon even, ga ik in ieder geval een paar keer de zaag doorheen zetten om te kijken, weet je, waarom zeg je wat je zegt en ben je zo standvastig daarin? En ja, ik vind het ook hartstikke mooi om mensen, als mensen ergens voor gaan, whatever the fuck it is, ze zijn er heel fanatiek over. Ik bedoel, als iemand op maat gemaakte tandenstokers maakt zelf van eikenhout en een slijpmachine, en die kan daar zeg maar hartstikke mooi over vertellen. Power to you. En als iemand zijn dagen wil slijten met 20 uur per dag tandenstokers veilen, nee, ik vind dat je, als jij blij bent daarvan, dan vind ik dat ook heel tof. Mm-hmm. Dus ik hou van fanatieke mensen. Ja, ja, ik zei vorige week in mijn podcast met Josje ook. Van, ik heb volgens mij, ik heb het idee dat we een soort van reset nodig hebben van eigenlijk alles wat we weten. Om opnieuw open te kunnen staan eigenlijk voor alles. Ik denk dat het veel simpeler is. En het reset woord, dan denk je, ja, leuk. Weet je, er is een heel mooi boek van Willem Middelkoop, dat heet The Great Reset. Mm-hmm. Volgens mij is dat al in de 20ste druk, is al 15 jaar oud. Dus waar hebben we het nog over? Mm-hmm. Ik denk dat het ook is dat mensen
zijn gewoon bitches. Nee, sorry. Wat zei die Josje nou ook alweer? Want daar. Nou, ik zei dat ik het gevoel krijg, ja, dat we in aanhaken tot wat jij zei, maar dat we inderdaad gewoon even alles wat wij denken te weten, dat we dat willen we echt naar een wereld gaan kijken en willen we die beter gaan indelen, moeten we, ja, dat niet eerst loslaten dat we alles denken te weten? Oh ja, dit wou ik zeggen. Ja, kijk. Sorry, ik moest je. Ja, dat was de vraag inderdaad. Ik denk, we weten alles. Je hebt namelijk iets dat heet je intuïtie. Mm-hmm. Als jij ergens zit met een paar mensen en er komt iemand anders binnen en die brengt een bepaalde sfeer met zich mee, of een bepaalde energie, dan voel je aan je lichaam. Je lichaam vertelt je, deze gozer is niegus of deze chick, weet je. Mm-hmm. We zijn vergeten om daarna te luisteren. Er zijn genoeg momenten dat je lichaam gewoon tegen je zegt, pleiten hier, wegwezen. Luister naar je intuïtie. Ik denk dat we dat niet meer kunnen. En hier ben ik ook laatst over na gaan denken. Als je gaat kijken naar, nou, we worden allemaal opgeleid om kantoorrobots te zijn. Mm-hmm. Brave, schaapachtige, domiciele, luisterende kantoorrobots. Nou, en dan zit je op dat kantoor. En wat is het beste kantoor om te zitten? Als je denkt aan die gekke kantoren van de films en de dingen. Nou, een advocatenkantoor of iets in die trant. Of Google. Google, want ja, als je denkt aan het Google-kantoor, dan denk je, hey, die hebben een tafelvoetbal, ja, en een tafeltennis, en er staat een PlayStation, en er is een gekke bowlingbaan, en er gaat een of andere ronddraaiende glijbaan naar beneden van 3 etages en zo. Oké, dus de knapste koppen die op het die in de heftigste gevangenis moeten werken, bij wijze van spreken, die worden verleid met de meest kinderachtige shit. Hier, we hebben een springkussen. Kom naar Google. Mm-hmm. En ik chargeer, ik neem nu even Google als. Hè, maar. Ja, al die nieuwe hippe Silicon Valley bedrijven, die steken natuurlijk zo in elkaar. Ja. Wat zegt dit over mensen? Is dat we gewoon houden van glijbanen en tafeltennissen en al die shit. Dat is namelijk gewoon leuk. Maar als je namelijk een gewoon normaal leven hebt met normale prioriteiten, dan heb je toch gewoon je eigen pingpongtafel thuis. En dan ga je toch samen met je kinderen van de glijbaan in de tuin, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Dan hoef je je toch niet te laten verleiden om het allemaal mensen op een kantoor te gaan doen. En dan denk ik van, als je, het is hetzelfde van, ik schreef dit gisteren in een liedje, het staat er nog niet in, maar het is op papier gekomen. Je moet jezelf heel erg haasten om naar yoga te gaan. Dat is een beetje de wereld waarin we leven. Dus contradictie. Ja. En dan denk ik van, oké, als dat je leven is, dan moet je echt gaan opnieuw prioriteiten stellen, ja, denk ik. Maar dat is, ja, ik ben het daarmee eens. En ik denk dat steeds meer mensen daar de afgelopen maanden ook achterkomen. Alleen het is die systemen, die zijn er zo op gebouwd. Het is wel, en je moet wel zo sterk in je schoenen staan, wil je daar eigenlijk wil je daar uitstappen? Ja, wel. Maar het systeem is het systeem. Maar wat is het tofste van een systeem? Dat is een hacker. Mm-hmm. Dus je moet voor jezelf gewoon allemaal hacks verzinnen. Hoe je het voor jezelf leuk en leefbaar kan houden. En ik denk dat het niet zo heel moeilijk is. Maak aan de ene kant een lijstje van de dingen die je het allerliefste doet en waar je het meeste van je tijd aan wil spenderen. En aan de andere kant heb je je lijstje met dingen die je helaas zal moeten doen. Zoals geld verdienen, huur betalen, je gas, je licht. En dan gewoon een manier vinden. Er is één voorbeeld wat ik fantastisch vind. En nogmaals, dit is niet voor iedereen mogelijk en ook voor mij niet. Maar ik vond het een inspirerend verhaal. Er was een gozer uit Nieuw-Zeeland. En Nieuw-Zeeland is een eiland, voor de mensen die het misschien niet weten. En deze man was gek op surfen. Mm-hmm. En hij werkte thuis als grafisch ontwerper achter zijn computer en als video-editor. En dan was hij op donderdag aan het kijken van, nou, waar is het lekkerste weer en vanaf waar komt de wind? Want dan ging hij naar die kant, naar dat strand om te surfen. En deze man had inderdaad nog geen gezin, had geen relatie. Dus hij had veel tijd om te werken en te surfen. Dat was echt wat hij het liefste deed. Maar hij merkte dat hij toch veel tijd kwijt was met steeds heen en weer. Dus op een gegeven moment zette hij zich van, nou, ik ga gewoon in een hele mooie camper wonen. Maar dan maak ik een werkplek in. En dan kan ik altijd zijn waar de wind het beste waait in Nieuw-Zeeland. En tegelijkertijd kan ik gewoon mijn werk doen. Nou, een hele simpele oplossing om te zorgen dat hij het gelukkigst werd. Wat hij maximaal kon zijn binnen de middelen die hij had. Ja. En hij had een vrij simpel leven. 3, 4, 5 dagen werkte hij aan zijn klussen. En in zijn vrije tijd, hij woonde gewoon op mooie campings en parkeerplaatsen aan de stranden waar hij wilde surfen. Ja. Dus hij werd wakker, de wind was goed. Hij pakte zijn surfplank en hij lag in het water een paar uurtjes. Nou, ik denk, dan leef je
als een superkoning, als een hacker op deze wereld. Ja. Want deze man doet precies waar de fuck die zin in heeft. En ik denk dat het ook met mij is. Ik heb op mijn 16e hoorde ik Extins rappen en Def P van de Osdorp Posse. En die maakte cd's en die verdiende daar geld mee. En Extins begon op een gegeven moment te rappen dat hij allemaal chicks had en dat mensen zijn handtekening wilden in de stad op donderdagavond. En toen dacht ik, dit is een beroep? Dit is een echt ding? dit bestaat? Oké, dan. Ik kies precies dat. Ja. Simpel. Mm-hmm. Dat was het voor mij. Maar ik koos het en I committed. Ik heb ook echt alles gedaan om dat te kunnen doen. En tegelijkertijd moest mijn school afmaken. Ik moest gewoon studeren. En pas toen mijn rap hossel groot genoeg was, kon ik tegen mijn baas in de coffeeshop zeggen en tegen mijn vader. Jongens, ik heb het iets te druk en ik begin iets te veel geld te verdienen met mijn side hossel om nog eigenlijk al mijn tijd en energie aan jullie te kunnen geven. En ze waren alle twee niet blij dat ik stopte met studeren en met werken. Maar ze snapten het ook alle twee. Ja? Weet je? Natuurlijk, ja. Ja, ik kan me voorstellen dat als vader zijn dat je daar of het terecht is of niet, maar nou, met mijn vader moest ik het wel op een akkoord gooien, want hij had natuurlijk ook die studie voor me betaald en terecht. En hij is geïnvesteerd in mij als mens natuurlijk, en mijn moeder ook. En mijn vader kwam met de deal, als het nou niet lukt binnen een jaar in de muziek, maak dan wel die studie af. Mm-hmm. Nou, dat vond ik een fair deal. Mm-hmm. Ik had 365 dagen om de omzet te vervijfvoudigen. En die was al lekker aan het groeien. Ik wist als ik mijn vader kan laten zien op een dag dat er gewoon knaken binnenkomen. En toen was het goed. Mm-hmm. En het was een prima deal die mij ook weer motiveerde om ook serieus aan de slag te gaan met mijn echte passie, zeg maar. Ja. Want ook een passie is gewoon werk. Het is gewoon, je moet gewoon uren erin gooien. Ja. Ja, tuurlijk. Alleen op het moment dat je passie is, voelt het niet zo als uren erin stoppen voor iets waardoor je op de radio moet luisteren. Oh, de helft, de week is bijna door midden. Nee, precies. Nee, dat is zeker niet zo'n passie dat de week door midden is. Nee. Oh, er staat een bezorger voor de deur. Ga jij hem aanpakken? Top, dankjewel. Opgelost. Ja. Dus ja, nee, maar ik zeg maar ja, op het moment dat je je passie volgt, dan voelt het natuurlijk gewoon niet zo. Dan voelt het niet zo als werk. Maar aan de andere kant, om de eerste keer voor die passie te gaan, moet je, en dat was wat ik net zei, moet je echt sterker in je schoenen staan. Maar wat ik dus ook heb over, want je vertelde over die guy in Nieuw-Zeeland. Ja. En fucking vet dat die het doet en dat hij de bal heeft om dat gewoon op die manier aan te pakken. Alleen, ik denk dat er heel veel mensen ook zijn die op een of andere manier neerkijken op wat hij daar doet. Dus je moet wel. Ja, maar dat is. Ja, dat is het slaafse van het systeem. Mm-hmm. Dat er wordt ons ook geleerd om te oordelen over mensen die gewoon andere dingen doen en daarvoor bewust kiezen. Ik denk sowieso, als je een iets creatiever en vrijer persoon bent, dan is het heel moeilijk om je te conformeren aan een systeem en een soort Agent Smith te worden in de Matrix. Mm-hmm. Terwijl je gewoon weet dat je Neo bent. Ja, dat is... Heb je dat zo gevoeld? Nou, Ik weet niet of ik Neo ben. Dan had ik echt handiger met computers willen zijn. Nee, maar kijk, wat het ook is, ik. En dat is ook het gekke. Ik heb heel veel dingen die ik altijd heb willen doen, heb ik echt gedaan. Ik heb mijn complete 16-jarige bucketlist heb ik gewoon compleet afgevinkt. Ik heb nu. Ik ben nu de laatste jaren ben ik vooral bezig met het met een nieuwe bucketlist maken. Mm. Weet je? Dat ik ga denken van oké, je hebt zeg maar de voorgerechte kant van het menu heb je helemaal leeggefroten. Je hebt alles een keer gecheckt, alle sausjes, alle sides, je kent hem. Mm. En nu mag je bij de hoofdgerechten gaan zitten turen. En dit is het idee hoe het universum tegen mij praat. Is zeg van oké, what's next? Wat wil je ervaren? Wat wil je meemaken? Wat voor project wil je gaan doen? Zeg het maar. Mm-hmm. Want we zijn er voor je, zoals altijd. Mm-hmm. Ja. Maar ik snap ook heel goed dat als mensen altijd in een systeem hebben gezeten, altijd voor een baas hebben gewerkt en nooit hun eigen ding hebben ontwikkeld, weet je. En het hoeft niet per se zakelijk te zijn. En ook nog nooit, weet je, die creativiteit eruit hebben kunnen gooien op een andere manier. Mm-hmm. Ik denk dat je ook heel creatief kan zijn door gewoon met prachtig mooi hout in je schuurtje bijvoorbeeld een heel mooi vogelhuisje te timmeren. Ik denk, als je daar je creativiteit in kwijt kan, dan vind ik je ook geweldig. Weet je, je hoeft niet per se een nummer 1 hit te maken of een of andere
film of een groot kunstwerk voor iedereen om te zien. Het maakt mij niet uit wat mensen doen als ze maar het gepassioneerd doen. Ja. En ik denk niet dat ons echt geleerd wordt op welk level van educatie dan ook om je hart te volgen en te kijken wat zijn nou je passies, waar word je nou echt enthousiast van? Nou, het grappige wat ik heel erg merk is dat je, en zo ben ik ook opgevoed hoor, en ik denk heel veel mensen, je wordt opgevoed met het idee, oké, we leven in Nederland, je kan alles doen, je kan alles worden wat je wil, je kan alles doen wat je wil. Voor sommige mensen is dat zo, voor heel veel mensen is dat ook gewoon niet zo. Nee. Er zijn natuurlijk, kijk, iedereen kan roepen, ik word minister van Justitie, maar als je niet bij Minerva, bij de studentenclub en Minerva Leiden terechtkomt en een studie doet, dan word je dat simpelweg niet. Nee. Snap je? Dus er zijn wel gradaties in. Niet iedereen mag hier dezelfde dromen hebben. Dat is ook wel helder. Nee, zeker. Maar het is ook zo. Het wordt je verteld dat alles kan, maar alles moet wel kunnen binnen bepaalde banen, zeg maar. En wat als het daarvan afwijkt, dan is dat eigenlijk ook weer niet wat ze verwachten toen ze zeiden dat je alles kan worden. Ja. Nee, dit is hetzelfde met bijvoorbeeld, er is dan, ik zag een paar maanden geleden een reclameuiting van een grote Nederlandse bank. Geen namen noemen. Ze hebben allemaal drie letters, dus zoek er maar eentje uit. En het was dan, dan zag je twee jonge jongens. En eentje had dan een soort astronautenhelm onder zijn dingen. En dan die gingen dan sowieso een Virgin Galactic of een SpaceX gingen ze dan zogenaamd verzinnen. En dan kon je bij die bank kon je dan binnenlopen en die gingen je dan helpen om die dromen waar te maken. Nou, ik kan je één ding vertellen. Het maakt niet uit welke twee maloten naar die bank lopen met het plan. It's not happening. Nee. It's not happening. Dus het hele idee dat ze je geven, het is onzin. Mm-hmm. Snap je? Er was een andere bank, die heeft nu een reclameuiting dat ze er ook willen zijn voor de zwakkeren in de samenleving. En we worden allemaal geboren, maar we kunnen niet bepalen waar onze wieg staat. Dat is letterlijk in die commercials, zodat je het zelf kan uitzoeken. En dan denk ik bij mezelf, ja, maar wacht even. Jullie zijn dezelfde bank die gewoon zware boetes hebben moeten betalen omdat jullie mega miljoenen hebben witgewassen voor de Sinaloa-kartels in Mexico. Snap je? Mm-hmm. Je bent zo fout als maar kan. Weet je? Het bloed zit letterlijk nog tussen je tanden. Mm-hmm. En je hebt gewoon mensen en divisies om al dat soort dingen weg te poetsen en het maar naar buiten helemaal goed te laten lijken. Je geeft geen moer om wat je claimt om te geven. Nee. Ze geven geen moer om ons. En hetzelfde, weet je, Michael Jackson zong het al. All I want to say is that they don't really care about us. Mm-hmm. En zeg maar het systeem, een regering, een systeem als een kerk, een leger. Een ding. Al die systemen waren er al ver voordat wij hier waren. En die zullen er ook nog lang nadat wij hier weg zijn, zullen ze hier zijn. En een groot bedrijf, en dan vooral die schurkenbedrijven, die denken op een veel langere termijn. Shell denkt in termen van 200, 300, 400 jaar vooruit. Nou, dat doet een gemiddeld gezin niet. Nee. Een gemiddelde vader en moeder zijn blij als hun kinderen gezond opgroeien. En weet je, dat die denken als ze hun kansen kunnen grijpen en als ze kunnen studeren en ik zorg goed voor ze en ik hou ze uit de problemen van de drank en de drugs af en dan heb ik mijn best gedaan, weet je wel. En dat is dan ook zo. En we nemen het op tegen machten, corporate, juridisch, sociaal, regeringstechnisch. Ja, die allemaal. En dat is ook zeg maar nu het grote probleem van zeg maar quote-unquote het verzet. Is dat we zijn een ongeregeld zootje bij elkaar. Mm. En we zijn niet georganiseerd en we vechten tegen een ultra georganiseerde vijand. Mm. En hoe je hem wil noemen, mag je hem noemen. Mm. Maakt mij niet uit. Maar we weten allemaal wie het zijn. Het zijn niet mijn vrienden. En dan heb ik het over de beschermheren van hooggeplaatste pedofielen in onze regering. Ja, weet je, de frikadellenvergelijkers die we ertussen hebben zitten. En de mensen waarvan je weet dat ze. Ja, weet je, Den Haag is ook gewoon een baantjescarousel. Mm-hmm. Weet je, al die mensen om Thierry, waarom waren ze zo boos omdat ze niet meer op de lijst stonden? Omdat ze allemaal €180.000 per jaar wilden verdienen. Mm-hmm. Maar dat zegt niemand. Maar het is natuurlijk wel zo. Ja. Als je in de Tweede Kamer zit, krijg je €180.000 jaarsalaris. Mm-hmm. Ik weet niet of dit voor- of nabelasting is. Hoor. Pin me daar niet op vast. Mm-hmm. Laten we ervan uitgaan dat het voorbelasting is. Is de helft pleiten, heb je 90 ruggen, is gewoon €82.000, €83.000 in de maand schoon in je hand. Mm-hmm. Dit is voor de gemiddelde Nederlander een hele natte droom. Mm-hmm. Elke maand
meer dan 8000 euro op je rekening. Heel simpel. Dat betekent, dan kan je wonen waar je wil. Dan kan je elke hypotheek nemen die je wil. Bijna kan je hypotheek nemen van een huis van 1,5 miljoen. Geen probleem. Zelfs in je eentje hoef je niet nog een partner erbij te hebben die hetzelfde kan verdienen. Om ook even aan te geven, het zijn sweet ass jobs. Mm-hmm. Snap je? En het is in alle landen zo. En ik heb in Nederland nog nooit iemand kunnen betrappen dat ze in de Tweede Kamer in slaap zitten te sukkelen. Mm. Maar ongeïnteresseerd op hun telefoon. En uiteindelijk is er een bepaald script wat ze uitvoeren. En hetzelfde met Van Haga. Hij zegt fantastische dingen, maar hij heeft geen power. Nee. Dus hij kan mooie dingen zeggen en dat kunnen we allemaal trots delen op Facebook. En ik hulde voor de man dat hij het zegt. Ik heb liever iemand die het zegt dan dat hij het niet zegt. Maar Hugo de Jonge en Mark Rutte, die luisteren met een half oor. Die zitten gewoon sudoku te spelen op hun telefoon en een beetje aan hun zak te krabben. Mm-hmm. Als die man aan het praten is. Dat is letterlijk wat er gebeurt. Maar is het probleem ook niet dat we gewoon in ons, als we dan over Nederlandse politiek gaan hebben, dat we eigenlijk gewoon helemaal geen oppositie meer hebben in die Nederlandse nou ja, politiek? Er is wel oppositie. Maar zo klein en expres zo klein gehouden, ja. dat ze eigenlijk niks voorstellen. En de oppositie die er is meer een illusie dat de oppositie is. Dat denk ik ook. En het is natuurlijk ook heel erg raar dat... Kijk, die hele toeslagenaffaire, daar had het kabinet gewoon keihard om moeten vallen. En als er geen corona aan de hand was, dan was het een veel groter schandaal geweest. Want wat daar gebeurd is gewoon echt, echt, echt schandalig. Mm-hmm. En het feit dat Joris Demmink nog steeds vrolijk rondloopt en dat daar ook geen vragen over gesteld mogen worden, dat er ook bepaalde journalisten en vrijheidsstrijders, zoals een Huigplug, altijd in Den Haag staan om het mensen het vuur aan de schenen te leggen. Weet je, YouTube-accounts als JDTV, die gewoon al jarenlang bezig zijn met dit soort viezigheid in ieder geval in het licht te zetten. Politieke verantwoording is er nooit over afgelegd. Nee. En weet je, ook bijvoorbeeld de illusie van royalties. En ik zeg niet eens het Koningshuis in Nederland, maar gewoon de monarchieën in de wereld. Er zijn nog steeds in Nederland vrouwen en mannen die gewoon een blaadje kopen in de supermarkt, wat heet Royals, en die gewoon €2,95 betalen om naar foto's te kijken van andere mensen, weet je, op feestjes en bruiloften en partijen. En dat is toch, weet je, het is een illusie die in stand wordt gehouden. Zo van, nou, je kijkt naar dat hele mooie leven, zodat je je eigen waardeloze leven misschien een beetje vergeet of wat dan ook, weet je wel. En geldt dat niet ook voor eigenlijk televisie en eigenlijk alles? Voor dat manier. Tuurlijk, maar ik blijf het raar vinden dat het concept koning nog bestaat. Mm. Ik denk, we moeten ook maar eens stoppen met al die oude sprookjes voorlezen aan onze kinderen. Mm. Want het is altijd de prins die de prinses. Maar in het echt is dat nooit zo. Snap je? Laten we daar nou eens gewoon mee kappen. En weet je, laat me niet te diep ingaan op het Koningshuis, maar de historie is niet mooi. En dat is trouwens, ik bedoel, daar is natuurlijk ook al zelfs al genoeg over in de mainstream media en zo geweest. Over geen prettige zaken binnen het Koningshuis. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk te verkroppen voor mensen die gewoon helemaal niks hebben. Die hun bedrijf naar de kloten zien gaan. Of een alleenstaande moeder met 3 of 4 kinderen in een achterstandswijk. Ja, en Amalia wordt 18 en krijgt 1 miljoen per jaar. Mm. Ja, dat steekt gewoon bij mensen. Mm. En ik weet van, er zijn dingen die veel meer kosten, belasting. Er is veel meer schurkerij aan de gang. Maar ja, die gegevens van het Koningshuis liggen wel op straat. En het is niet gek dat mensen die erbij halen als ze daar. En ja, ik, maar aan de andere kant denk ik ook zo. Hoor. Ik bedoel, Willem-Alexander heeft er ook niet voor gekozen. Nee. Hij is er gewoon ingerold. En weet je, ik ken hem niet. Ik kan niks. Weet je, het is niet mijn taak om te oordelen. Ik zeg alleen, het is niet mijn koning. Ik heb geen koning en koningin. Nee. Ik leg verantwoording af naar de moeder van mijn kinderen. En een God. En that's it. En daar zit verder niemand meer tussen. En de hele illusie, dat weet je, die zit toch. Hè, het is koningin Wilhelmina plantsoen, Juliana plantsoen. Het is de koning op een postzegel. Het is. Maar als je naar zijn speech kijkt, jouw podcast en mijn podcast hebben per podcast bijna meer kijkers dan de speech van de koning online. Dus waar maak je nog druk om? Ja. Weet je? Leg die sjerp neer en ga lekker in het vakantiehuis in Kenia zitten.
En trekken een lange neus naar iedereen. Geld hebben ze zat, snap je? Dus dan, ja, en we blijven er maar intrappen met z'n allen. Ja, maar dat is ook wat me zo verbaast. Van wat ik bedoel, iedereen weet inmiddels gewoon wat het... Zeg maar, volgens mij is het enige nut wat je nog aan het Koningshuis kunt plakken... is dat, ja, we hebben een staatshoofd wat ons goed kan vertegenwoordigen in het buitenland. Ja, what the fuck op. Maar eigenlijk meer argumenten luister, dan dat kan ik als je, niet als verzinnen. Je iemand wil uitzoeken voor een land... om dat land goed te vertegenwoordigen... dan 100.000% als je Duitse Kroes stuurt in plaats van Willem-Alexander. Het maakt niet uit wat de missie is. Hè. Al moet er een gevangene in Thailand vrijgeluld worden... of een handelsverdrag in Rusland gesloten. Het maakt niet uit wat het is. Mm. Ik zet mijn geld altijd in op Duitsen. Ja. Altijd. Ik weet dat zij met het resultaat terugkomt. Misschien hetzelfde resultaat als Willem. Maar ik zet mijn geld op Duitsen. Mm-hmm. Dat is echt een royalty. Ja. Snap je? En dat is royalty die we kunnen kiezen. En die zich ook... Dat is ook iemand, en ik chargeer in een voorbeeld... maar die heeft zich ook waardig en royaal gedragen. Mm. Snap je wat ik bedoel? Mm, zeker. En ik vind dat je... Weet je, een ik denk uiteindelijk... als jij, je kan jezelf niet uitroepen tot koning. Mm-mm. Uiteindelijk moet je echte macht, echte power, echt vertrouwen... Want dat is het wat het eigenlijk is. Het is macht is het vertrouwen dat jij de juiste keuzes zal maken voor een grote groep mensen. Mm-hmm. En ik denk als iemand je dat vertrouwen geeft, dan wil je daar heel voorzichtig mee omgaan. Ja. Maar de macht die er nu gaan, de macht is ook een heel verslavend ding. Ik denk dat alle mensen die zo machtsbelust zijn, en je ziet het met de strijd binnen partijen. We hebben gezien wat bij het CDA aan de hand is. We hebben gezien hoe Mark Rutte Rita Verdonk eruit moest wippen om aan de macht te komen binnen de VVD. En hoe die ook door... Nou, Rita Verdonk werd dan zo door Joris Demmink met een bos bloemen zo nog een trap op de reet. En die moest maar snel weg. Mm-hmm. Ja, het is ook een verslaving, weet je wel. En als je eenmaal geproefd hebt aan de macht hebben, dan wil je dat niet meer loslaten. Nee, en je hebt natuurlijk over zoveel dingen heb je moeten doen voordat je bij die macht uitkwam, zeg maar. Dat je, nou ja, je hebt al geleerd hoe het is om... Ja, en ik geloof best wel dat er mensen zijn die met goede, zuivere motieven de politiek ingaan. Mm-hmm. Maar ik denk uiteindelijk is het toch, weet je, het is compromissen sluiten. Mm-hmm. En als ik dan terugkrijg naar bijvoorbeeld dingen die Mark Rutte heeft gezegd in zijn tijd bij de JOVD, de jongerenpartij van, de VVD. Nou, die vonden het allemaal maar prima dat je mocht seks hebben met dieren en de leeftijd voor seks met minderjarigen, die moest maar naar beneden. En denk van, nou, oké, daar ben ik erg van geschrokken, van dat soort standpunten. En dat is, Mark Rutte heeft zich daar als jonge man heel hard voor gemaakt. En als je hem daarover ziet discussiëren, dan ik denk niet dat zijn standpunten heel erg veranderd zijn. Ik kan daar niet echt een uitspraak over doen, maar wat ik wel vind is dat we, ja, want jij zegt net inderdaad van je moet eigenlijk je dat vertrouwen verdienen en zo, maar blijkbaar vertrouwen we allemaal blind op iemand als Mark Rutte. Nou ja, en hij zegt ook heel terecht, jullie hebben me gekozen en jullie moeten het met me doen. En dat is inderdaad ook wat ik zeg, we verdienen deze regering ook gewoon, want we hebben hem zelf geselecteerd. Ja. En En heel veel mensen vinden Mark Rutte super dope. Er zijn, mm-hmm. er zijn fucking veel mensen die hem gewoon super dope vinden. En hij doet een aantal dingen, doet hij heel knap. Het is bijna onmogelijk om onder zijn huid te komen. Mm-hmm. Je moet heel vroeg opstaan en van goede huizen komen, wil je onder de huid van Mark Rutte komen. Het lukt. Huigplug lukt het af en toe als hij daar in op het Binnenhof staat. En dan vraagt hij Rutte weer van, heeft u mijn dossier gelezen en weet u wat? En dit, ja, nee. En je ziet aan Rutte dat hij weet precies waar het over gaat met hem. Mensen moeten zelf maar even uitzoeken. Ik retweet heel veel van deze man. Hij heeft ook bij Weltschmerz een heel een mooi interview gedaan. Ja, en deze man kaart gewoon aan. Hij is een justitiemedewerker die gewoon echt gezien heeft wat er allemaal fout is binnen justitie. En zijn eigen zaak zijn een hele hoop dingen. En hij gooit alles naar buiten nu. Mm. En dit is zeg maar... Ik zou zeg maar binnen 2 weken een geweldige regering kunnen vormen. Mm-hmm. Puur en alleen omdat ik een heel goed idee heb wie ik op welke ministerpost zou willen rammen. Ja. En geef mij dan 1 jaar of 4 de tijd. En niet, dit is niet een reëel plan, hè, maar ik bedoel... Mm-hmm. Ik ken genoeg mensen, zeg maar, oké, een ander voorbeeld. We hebben in Nederland al jarenlang een zogenaamd huizenprobleem. Want er zijn nooit genoeg betaalbare huizen. Mm-hmm. Mensen betalen
tonnen voor een hoop stenen met een dak eroverheen. En dan denk ik echt... Maar het is die hypotheekbubbel die dit hele land in stand houdt. We moeten allemaal maar maximaal. En het is allemaal... Dus we gaan naar de bank. Dan moet je al je papiertjes in orde maken. En dan krijg je op papier krijg je 600.000 euro om een huis te kopen. Nou, dat geld krijg je nooit. Het is gewoon een hele dure lening. Mm-hmm. En de betalingen die je erover doet... zijn gewoon betalingen op dat de rente niet verder oploopt. Mm-hmm. Maar als je niet meer betaalt dan de rente... dan los je geen moer af. Dus niemand moet zeggen... ik heb een huis gekocht. Nee, je hebt een hele dure lening bij de bank genomen. Mm-hmm. Dat heb je gedaan. Vervolgens mag je, zolang je die rente op die lening netjes betaalt... mag je blijven wonen onder het dak waarvan je denkt dat het van jou is. Mm-hmm. Snap je? Maar ik ken heel veel ondernemers, zoals jij ook. En ik ken ook mensen die in hun dagelijks leven heel veel aan het bouwen zijn. Die weten hoe het werkt met vergunningen en die ook fabrieken hebben waar bepaalde... En die weten gewoon shit. Dus op een gegeven moment zit ik met hun en ik zeg... Ik hoor al mensen, ja, woningproblemen. Ik zit met twee echte topmensen bij elkaar. En ik zeg, hoeveel geld heb je nou nodig en hoeveel tijd heb je nou nodig om het echt op te lossen? Ik weet niet meer precies wat ze zeiden, maar ze zeiden van nou, geef maar 500 miljoen en dan hebben we geen woningprobleem meer over 4 jaar. Nou, als twee superondernemers die gewoon, waarvan ik weet dat ze shit kunnen, die zeggen, we zaten gewoon ontspannen te praten, maar het is een serieus gesprek. Mm-hmm. Dus je weet gewoon, er zijn heel veel problemen die kunstmatig problemen gehouden worden. Ja, omdat daar andere mensen belang bij hebben. Tuurlijk. Ja. Hetzelfde waar we het net even over hadden met de hele transgender gekte. Mm-hmm. Het is voor een heel klein percentage van de mensen is het een super belangrijke issue. Ja. Maar voor de meeste mensen is het een non-issue. Mm-hmm. Punt. De meeste mensen. Dus, en er wordt zoveel ophef over gemaakt en er moet, weet je, dat je bijna. Het wordt gewoon vreemd dat je gaat denken: van, is het echt zo'n groot probleem? Ja, maar hoe zie je dat dan? Hoe zie je dat dan? Want dat is één voorbeeld met die transgenders. Een heel duidelijk voorbeeld ook. Ja, en de huizen zelf ook van ja, goed, vergeet de transgenders. Het gaat er gewoon meer om van. Ik denk. En volgens mij was het. Ik weet niet precies welke partij het was, maar één van de groenen. Dus of GroenLinks of D66. En die gingen dan zeggen. Wij gaan x aantal huizen bouwen. Dat stond in het verkiezingsprogramma volgens mij. 100.000 huizen. Maar dan is het zo'n. Noem eens twee van die jonge pyjama boys. Je hebt die Klaver. Ja, en Rob Jetten, D66. Grap, met alle respect. Stel, de pleuris breekt uit. Mm. Dan zijn dat niet mijn teamgenoten, hoor. Met alle respect. Als je met 3 gasten in de kroeg staat en het wordt vechten... nou, dan hoop ik niet dat je beste vrienden zijn. Nee. Dat snap ik bedoel? Ja. Het lijkt echt of die gewoon van hun vriendin smeert hun broodrommeltje en doet het gewoon in die aktentas. Ja. Die gasten hebben gewoon een iPad met spelletjes. En ik, weet je, dus een van die gasten heeft in het verkiezingsprogramma gezet, of die heeft het verkondigd, dat hij gaat wel even 100.000 huizen bouwen. Mm-hmm. Nou, ik daag hem uit. Dus ze roepen allemaal shit, zonder dat het enige fundering heeft in de echte realiteit. Nee. En daar kan ik. Moet ik deze dagen heel hard om lachen. En soms gaan ook mijn handen er van jeuken en wil je asbakken en bierpullen naar de televisie gooien, weet je. Maar dat is hartstikke zonde van televisies. En van je eigen gemoedsrust. Maar ja, en uiteindelijk denk ik dan van ja, maar er zijn toch weer genoeg mensen die op die flapdrollen gestemd hebben. Nou, maar dat zou ook inderdaad mijn vervolgvraag zijn van hoe kan het dan toch in godsnaam dat we dat allemaal niet zien? Sterker nog, dat we de dingen verkondigen die zij, eigenlijk een soort van naampapagaaien, die zij ook allemaal roepen. Nou ja, we hebben ook, er zijn heel veel mensen in het artiestenvak zijn ook makkelijk voor karretjes te spannen. Als jij tegen een artiest zegt, hier is 100 euro, wil jij zeggen dat mijn cola het lekkerst is? Doen ze het meteen. Mm-hmm. Interesseert ze geen reet hoeveel kinderarbeid er in die cola zit of er giftige dingen in zit. Kijk naar de influencers. Als wij nu zeg maar voor de Fatou een soort programmaatje zouden maken, dat we zouden kijken, we verzinnen een product wat eigenlijk super kut is. We zetten dat ook allemaal op de website. Mm-hmm. En vervolgens gaan we influencers betalen om ons product te promoten.
Zolang wij gewoon die zak geld storten, gaat niemand van die gast. Wij kunnen gewoon op de website zetten, gemaakt in sweatshops door allerlei geslagen kinderen in India. Met verarmd plutonium. En allemaal fucked up shit wat in ons product zit. Er zijn vissen voor dood gegaan en er zit dolfijnenanus in. En het is allemaal fucked up, weet je wel. En nog steeds vinden wij binnen een paar uur genoeg influencers die, als er maar genoeg geld is, dat gewoon doet. En dan denk ik ook van, ja, weet je, je bent helemaal geen influencer. Je bent gewoon een producthoer. Ja. Want wat beïnvloed je nou? Ik vind, als iemand mij een influencer noemt, dan wil ik iemand als slaan. Ik probeer alleen een verhaal te vertellen waar mensen misschien wat aan hebben. En je mag het ook helemaal niet met mij eens zijn, maar dan heb ik je in ieder geval aangezet om erover na te denken. Dat mis ik gewoon heel erg. Maar zijn ze, is het, we hebben gewoon geen principes meer, heb ik het idee. We zijn door al die plofkippen die we gegeten hebben, is langzaam onze ruggengraat is gewoon, ja, opgelost in de marinade. En je zuigt al het vlees zo van het bot af wat we zijn, zeg maar. En dat is wat er over is. En ja, ik vind het steeds grappiger worden ook. Ja. En ik moet er, zelfs als we het er nu over hebben, ja, ik vind het echt heel grappig. Maar als je gaat kijken naar de grow back your balls pills die dus iedereen nodig hebt. Waar we ook influencers voor kunnen inzetten trouwens. Het zou een perfect product zijn. Ja. Placebo pillen. En dan iedereen gaat het doen. En als we tegen die influencers zeggen, ja, zeg na dag 3 dat je veel meer energie krijgt. Zeg na dag 5 dat je echt voelde dat je zak wat zwaarder was en dat je een grotere boxershort gekocht hebt. Ze gaan het gewoon doen. Ze gaan het gewoon doen. Puur omdat wij in het contract tegen ze zeggen dat ze dat moeten doen. Ik vind het een goed idee. Goed. Dus geen ruggengraat. Grow back your balls, pills. En als je dan denkt, ja, wie zou de minister-president van dat land zijn? En je zwaait die brochure open en dan zie je de foto van Mark. En dan denk ik, ja, dit klopt. Logisch. Ja, logisch. Ja. Ja. Maar is het ook niet zo, want inderdaad, zeg maar, ik merk dat ook heel erg, dat principes hebben we niet meer. De mensen die zo, zeg maar, zeker de activisten van de afgelopen jaren, die hebben al heel erg duidelijke mening ergens over en die strijden ergens voor. Die strijden nogal ergens voor, maar dan denk ik ook vaak van, ja, strijd jij eigenlijk wel voor wat jij echt zelf vindt? Of ben jij nu eigenlijk iets voor aan het strijden, wat je het idee hebt dat je ergens voor aan het strijden bent, dat van jou is, maar dat het eigenlijk, weet je wel, ergens anders vandaan komt? Ik ben bij ook een paar demonstraties geweest en er staan gewoon ook mensen die lijken gewoon beroepsdemonstrant. En dat zijn de mensen die altijd wel iets kuts te quote hebben voor Nieuwsuur, weet je wel. Die dan altijd, ja, dan denk ik van, maar goed, ik sta er nog steeds achter dat mensen zich uitspreken. 100, ja. En dan zie je dingen in Berlijn. En in Duitsland hebben ze nog weinig protesten tegen kunnen houden. Mm-hmm. De grondwet zit daar toch iets beter in. En mensen durven gewoon niet. Ze durven ook niet voor hun huis te gaan staan met een spandoek om te zeggen dat ze niet meer meedoen, weet je. En ik snap het ook. Je ziet, mensen worden opgepakt op straat. Mm-hmm. Gezinnen worden afgevoerd in busjes omdat ze buiten geen mondkapje dragen en dat soort shit, weet je wel. Mm-hmm. En ik snap het ook. En ik moet ook soms niet vergeten, is ik ben net 40 geworden. Ik heb een fantastisch leuk leven. Ik heb een bedrijf wat het ondanks deze crisis nog aardig volhoudt. Ik heb twee fantastische kinderen. Ik heb een super familie die altijd achter me staat en me steunt. Ook als ik op mijn bek ga, dan trekken ze me uit de goot en dan stoffen ze me weer af en dan kan ik er weer tegenaan. Dus ik ben op zoveel vlakken ben ik ontzettend gezegend. En ik ben heel zeker van mezelf en zeker van wie ik ben en wat ik doe. Dus ik snap ook wel dat ik op een bepaalde manier van, ja, ik kan echt zeggen, ik heb scheid, want ik heb ook echt scheid, weet je wel. En het maakt mij ook niet uit wat mensen van me vinden, want ik vind mezelf zo geweldig dat jij en 100 mensen, niet jij per se, maar iedereen en de groep van 100 die de anti-Lange Frans groep beginnen. Ja, ik kom bij wijze van spreken koffie en thee brengen voor jullie als jullie je jaarlijkse meeting hebben, maar ik kan me er niet aan storen. Maar hoe is hoe is dat voor jou? Maar ik snap dus zeker dat er mensen zijn die veel minder lekker in hun vel zitten dan ik bijvoorbeeld. Kijk, ik heb een pas om mijn nek hangen als ik naar de winkel ga en daar staan al de wetten op dat ik aan de uitzonderingsplicht. Ik doe geen mondkapje. Nee, ik ook niet. En als iemand met me wil discussiëren, dan zeg ik, nou, ik heb deze wet en daarin staat dat wij niet hoeven te discussiëren. Ik heb een x aantal psychische aandoeningen, want ik word gewoon helemaal lijp als ik
als een soort muilkorf die je door je winkel moet. Dat is mijn psychische aandoening. Mm-hmm. En in de wet algemene AVG, beschermde mm-hmm. persoonsgegevens, hoef ik hier eigenlijk niet met jou over te praten. Nee. Dus wil je dit gesprek verder voeren? Zullen we de manager erbij halen? Ja, kijk, ik ben verbaal heel sterk. Mm-hmm. Ik ben fucking, ik ben de rapper des vaderlands. Mm-hmm. Mag, moet verbaal sterk zijn. Maar er zijn heel veel mensen die sowieso heel veel moeite hebben om met vreemde mensen te praten. Mm-hmm. Er zijn heel veel mensen die het al moeilijk vinden om de weg te vragen ergens. Er zijn heel veel mensen die allemaal trauma's hebben uit God mag weten op wat voor manieren, die op die manier het mondkapje brengt voor hun een soort onderdanigheid terug. Dus het kan heel veel teweeg brengen bij mensen. En dat zijn precies de mensen die niet verbaasd sterk zijn. Nee. En ik voel heel erg een drang om een extra grote bek te hebben, om extra mijn hakken in het zand te zetten, juist voor alle mensen die het niet kunnen, die het niet durven, mm-hmm. die bang zijn, die, of die, die het wel doen, maar wel die knuppel in hun nek krijgen. Weet mm-hmm. je, er is geen boa die Lange Frans gaat neerslaan. Nee. Weet je? En als die boa denkt dat die bestaat, dan moet die morgenochtend naar mijn huis komen. Mm-hmm. Snap je? Maar dat is een non-happening event. Mm-hmm. Terwijl, weet je, we hebben dat gezin gezien, volgens mij in het Oosterland, dat gewoon afgevoerd wordt. Die mensen zijn hartstikke netjes, praten. En er komt zo'n overijverige agent en die zegt tegen de jij doet dit, jij doet dat. En deze man is aangehouden en dit en dat. En weet je. En denk ik ook van, ja, weet je, agentje, is dit wie je wil zijn? Zijn jouw karmapunten dat je vandaag gewoon een compleet gezin tijdens het winkelen hebt afgevoerd? Is dit wat jij vertelt vanavond bij het eten aan je kinderen en je vrouw? Als je vrouw vraagt, schat, hoe was je dag? Is er nog iets noemenswaardig gebeurd op straat? Mm. Zou je dit dan vertellen? Ik zou de ogen uit mijn kop schaan. Ja. En dit is ook echt wat ik wil zeggen. Denk je niet dat ze zo ver erin zitten, in een brainwash? I don't care. Die agent, en hij weet wie die is, en zijn collega's. Ik vind, ik bedoel, natuurlijk, als jij agent bent, we hebben agenten nodig. Mm. Absoluut. Ik heb respect voor ieder mens, ieder beroep. En we hebben ook handhavers nodig, zeker. Maar voordat je een handhaver bent of een politieagent, ben je in de eerste instantie mens. En je hebt broers, zussen, neefjes, neven, nichten. Je hebt zelf een moeder, een vader, je hebt een oma, je hebt kinderen. En uit je menselijkheid moet je eerst een move komen. En in de tweede instantie heb je dan die officiële pet op. Mm-hmm. Nogmaals, mensen die handhavers zijn. De opleiding is vrij kort. En je hoeft niet heel veel papieren te laten zien om te mogen meedoen aan dat traject. Wat prima is. Much love, weet je. Ik veroordeel dat niet. Mm. Maar de vraag is wel of dat de mensen zijn die in deze situaties de meest capabele mensen zijn om te discussiëren met mij. Ja. Met alle respect, mm-hmm. snap je? Of met mensen zoals mij. Want mm-hmm. er zijn gelukkig heel veel mensen zoals mij die ja, geen kapjes dragen en ook daarover mensen willen inlichten en voorlichten vooral. Ook, mm-hmm. weet je? Mensen weten niet wat hun rechten zijn. Ik heb ook wel eens, en dat is ook iets, ik heb 6 maanden geleden ook nog mijn advocaat gebeld. En dat is, ik heb een muziekadvocaat en ik heb die. Je hebt verschillende advocaten voor verschillende. Dit is echt de straatadvocaat. Mm-hmm. Dus ik bel de straatadvocaat gewoon voor een dubbeltje. Ik zeg, luister, als je nou wordt aangehouden, wat mogen ze dan allemaal vragen? En wat, weet je, zeg maar, hoe kan ik antwoord geven? En wat kan ik allemaal weigeren het moment dat je bijvoorbeeld wordt aangehouden in het verkeer? Want ik had een situatie gehad en dat heb ik zelf heel goed afgehandeld. En ik ben zelf ook een stukje straatadvocaat. Mm-hmm. Maar ik wilde toch die kennis hebben van hem om mezelf te wapenen. Als jij namelijk tegen een agent zegt, ja, maar meneer, wet XIZ subsectie 2.a zegt dit, dit en dit en dit. Dan moet je kijken hoe snel die gast weer op zijn motor stapt. Mm-hmm. Snel kan ik je vertellen hoor. Mm-hmm. Maar we moeten ons wapenen met die kennis. Als we kennisloos zijn, kunnen we niks. Nee. Dan worden we bang door iets wat een agent zegt. Maar als wij kennis hebben, dan zijn we niet meer bang. Nee. Weet je, als ik de weg weet, dan ben ik ook niet bang om in het donker te gaan rijden. Want ik weet waar ik naartoe ga.
Dus maar... het maakt me niet uit als het donker is en koud en eng en het regent. Want ik weet de weg en ik heb vertrouwen. Mm-hmm. Maar we hebben heel erg geleerd iedereen leert iets heel specifieks. En dat is dan waar iemand verstand van heeft. En nou, daar kan hij dan iets over zeggen. En de rest mag dat allemaal niet, want die hebben dan daar geen verstand van. En we hebben helemaal niet meer een soort van een holistische idee van hoe we informatie tot ons nemen. Dus iedereen heeft maar van één klein dingetje verstand. En dat is het dan. En dan voor de rest moet je je bek eigenlijk houden. Dan kom ik terug op twee punten die ik eerder heb gemaakt. Het vorige punt is dat je, zeg maar, wat je ook bent. Je bent in de eerste plaats, ben je mens. Hè? Dus ik ben een hiphopartiest en ik maak verschillende shit. Maar in de eerste plaats ben ik gewoon een mens. En dat geldt voor de politieagenten, dat geldt voor de BOA's en dat geldt ook voor politici. Maar in een wereld waarin, zeg maar, de macht zo centraal staat en waar ook zoveel cocaïne wordt gebruikt. Mm-hmm. En, want je kan mij niet vertellen dat Hugo de Jonge geen drugs gebruikt. Ik geloof dat niet. Ik ben zelf een ex-verslaafde. Mm-hmm. I'll come out and say it, flat out. Ja. Ik vind dat als je weet wat ik weet, je hebt gezien wat ik heb gezien, je hebt meegemaakt wat ik heb meegemaakt. Mm-hmm. Ik ben verre van een ervaringsdeskundige, maar mijn ervaringen zijn breed genoeg. Ik geloof niet dat die man nuchter is op de momenten dat we die ogen zo zien klepperen. Maar het gekke is, want er zijn nog genoeg onderzoeken geweest waarin ze met wattenstaafjes door de wc's van de Tweede Kamer zijn gelopen. Ja. En waar ze onwijs veel sporen van cocaïne hebben gevonden. Maar ik snap het ook. Hè. Ik bedoel, ja. Coke is cocaïne is cocaïne. En in alle werelden waar heel veel druk is, waar mensen soms 20 uur per dag moeten werken. En waar, weet je, waar. Is het een druk die veel gebruikt wordt. In de advocatuur wordt die ook veel gebruikt. Ik denk nog in veel meer sectoren. Want ik bedoel, ja, laten we het zo zeggen. Er is nog nooit een drugsdealer geweest die reclame hoefde te maken voor cocaïne. Nee. Er is nog nooit een Abri-bushokje pakket geweest voor coke. Het is dit jaar nog steeds een drugs. Nee, dat hoeft niet. Het verkoopt zichzelf, snap je? Maar het maakt je ook een... Dat holistische en die intuïtie en dat gevoel van waar je uit altijd kan, dat onderbuikgevoel, dat haalt het wel weg. Mm-hmm. En het maakt je toch het vlaktje af. Het maakt je kouder, killer, afstandelijker. Mm-hmm. Nou ja, en dat is dus... Ik hou van blowers. Ik hou van mensen die een dikke stik roken, in de lach schieten en daarna gaan knuffelen en honger krijgen en lekker een doos donuts opeten met z'n allen. Mm. Dat zijn mijn mensen. Ik ben ook, weet je, en wat je, en dat is ook een ding, kijk, als je ziet, alcohol is de meest sociaal geaccepteerde drugs die we hebben. Je kon voorheen op elke straathoek in Nederland kon je alcohol kopen. Mm. En als wij met €50 de man naar een café gaan en we drinken binnenlands gedestilleerd en bier, dan kunnen wij onszelf echt helemaal naar de kloten krijgen. Ja. Zodat we bijna niet meer kunnen lopen, dat we niet meer weten waar we wonen. Je kan jezelf echt heel erg naar de kloten brengen. Mm-hmm. En dat mag allemaal en we vinden het niet erg en het is helemaal oké. En het zit er zo ingebakken. En alle vieringen die we doen zijn met drank. En als er een diploma, een verjaardag, het is allemaal drank. Maar ik heb gezien wat drank met mij deed als mens. En ik was niet eens de grootste drinker. Maar drank maakte mij een persoon die ik helemaal niet wilde zijn. Nee. Het brengt je in een lagere trilling, een lager niveau. En je ziet het ook, als je ergens zit op een borrel en je hebt er 3 op, dan vind je ineens mensen oké, die je normaal gesproken niet oké vindt. En je lacht om een grap die eigenlijk helemaal niet grappig is. Dus wat ben je dan aan het doen? Behalve dan dat je jezelf bespeelbaar maakt in een wereld die je nuchter niet trekt. Nee. Want weet je, ga maar eens nuchter met 2 dronken mensen proberen te praten. Ja, dat gaat niet. Je houdt dat niet vol. Nee, geen 10 minuten. Nee. Geen 10 minuten. En dat heeft me veel helderheid gebracht, letterlijk en figuurlijk. Mm-hmm. Doordat ik veel meer afstand kreeg van die drank, zag ik ook, zeg maar, omdat ik natuurlijk nog steeds 100 keer per jaar optreed en weet je, gewoon in horecagelegenheden kom. Ja, je ziet echt wat het doet. Mm-hmm. En je ziet hoe mensen erdoor veranderen. En hoe je bijvoorbeeld ziet, dus iemand drinkt zichzelf moed in
om de move te maken, zeg maar. Mm-hmm. Omdat hij normaal gesproken dat niet durft. Maar juist door het moed indrinken gaat het helemaal fout. Ja. En als je gewoon je nuchtere zelf was geweest, en dan was het misschien 10 keer enger geweest, dan had je het als 10 keer enger ervaren. Maar ik denk dat je, als je je eerlijke, nuchtere zelf was geweest, dan had je misschien om 10 uur al met naar huis kunnen gaan. In plaats van om 2:30 stombelend en half brakend, zeg maar, zeggen dat je er zo geweldig voelt. Ja. Ja, dus eigenlijk, we komen gewoon wat dat betreft ook weer steeds verder van ons af te staan. Maar van al het gepraat van alcohol ga ik heel even een kleine plaspauze. Moet ik ook, ja. Okay, laten we het in één keer doen. Goed, plaspauze weer even achter de rug. Altijd handig. Altijd handig. Het bracht me eigenlijk ook gelijk op een idee, want we hadden het net even over drugsconsumptie in de politiek. En jij hebt mij nog een filmpje doorgestuurd die we even gaan bekijken. Dus ik moest gelijk even aan denken. Voor de Spotify-luisteraars, dit is een filmpje van De Jonge. En ik denk dat iedereen het inmiddels wel heeft gezien, want hij is volgens mij flink viral gegaan ook de afgelopen dagen. Maar laten we maar gewoon even instarten. Maar eens even zien of ik het eigenlijk wel wil. Ja, dat kan natuurlijk niet. Ik hoor mensen zeggen van ja, ik weet niet precies wat erin zit. Ik weet niet precies wat erin zit. En dan denk ik, joh, je hebt je hele leven frikandellen gegeten. En je weet ook niet precies wat erin zit. In de eerste instantie, we weten natuurlijk wel wat er in een frikandel zit. Ja. Dat zijn heel veel afvalvlees van verschillende soorten dieren. Mm. En dat gaat allemaal in één grote worstendraaier. En dan komt de frikandel uit. Dus eigenlijk weten we wel wat er in een frikandel zit. En staat op de verpakking, je kan het gewoon lezen. Dierenvlees in vele vormen. Ja. Laten we en dat is de breedste manier om uit te leggen wat erin zit, weet je. Maar dat is niet hoe je met een vaccin kan omgaan. En ik vind, door deze opmerking te maken, doe je alsof mensen zo dom zijn. Je doet alsof mensen die gewone, simpele, open, eerlijke, menselijke vragen stellen. En dat is het. De mensen die gewoon rustig met gezond verstand nadenken en zeggen, hey, ik denk niet dat dit helemaal klopt. Ja, je kop moet eraf. Ja. Dat is waar we in terecht zijn gekomen. En ik vind dit ook, ik ken die gozer ook niet waar die zit te podcasten. Ik weet niet wie dat is. Het lijkt heel erg alsof het een soort van, we moeten iets online doen, weet je wel. Laten we iets doen. Is Lange Frans er nog? Nee, die is er niet meer. Oh, nou, Weltschmerz? Nee, dat kan niet. Oh, nou, we verzinnen wel iets, weet je wel. Ja. En dan denk ik ook, okay, die gozer die dan buiten, waarom vraag je dan niet aan hem van, ja, maar hoezo zeg je dit? En neem jij het aan eerst? En kijk, met die vaccins, ik zag ook een mooie vergelijking. Er is een of andere computerspel waar ze jaren aan gewerkt hadden. Veel gamers die zaten erop te wachten. Dat heette Cyberpunk volgens mij. Dus op Xbox, een PlayStation en een grote release, jarenlang. En er waren dingen die klopten niet in dat spel. En het hele spel dat wordt teruggetrokken. Daar zijn ze 10 jaar mee bezig geweest. En dat wordt nu gewoon uit de winkel gehaald om hem up te graden en dan weer erin te gooien. Mm-hmm. Nou, dat is een computerspel. En daarover maken mensen, hey, het was niet goed en die bug moet eruit en dit bug moet eruit. Nou ja, voordat, weet je, ja. Het is ongelooflijk. En met een vaccin is het allemaal gewoon, ja, spuit maar in, doe maar, lekker gaan. En dan zie je de beelden op tv. Dat oude Engelse vrouwtje waar dan, dat je duidelijk zag dat er helemaal niks in ging. Het was gewoon een soort mediamoment. En de eerste man in Engeland die het vaccin kreeg, die heette William Shakespeare. Ja, dat verzin je ook niet. En dat kan geen toeval zijn. Dat als jij van alle oude mensen die een vaccin mogen hebben in Engeland, dat je, die als eerste man. Hoe heet die? William Shakespeare. Nou, wat toevallig. Is dit echt zo? Ja. Wat toevallig. De allerbekendste naam uit de Britse historie ongeveer, snap je? En dat zijn allemaal van die dingen. Ik denk, ja, maar, en nu Spanje, als je geen vaccin neemt, dan kom je in een register te staan. En dat register, dat wordt gedeeld. Ja, ik, zeg het maar. Ja, zeg het maar. Mm-hmm. En ik heb, ik vind het, ik blijf er hard om lachen. Want ik kan de humor er wel van inzien, hoor, sowieso. Mm-hmm. En misschien is dit ook wel, weet je, het moment van, als je een strijder bent, of denkt dat je een strijder bent, dan is dit het moment om erachter te komen. Mm-hmm. Ja? Laat maar zien dan. Ik denk dat ik een goede eerste move gemaakt heb vanuit de positie waarin ik was. Ik ben all in gegaan op wat ik denk dat het juiste was om te doen. En dat zal ik altijd blijven doen. Ja. En ik zal nooit een woord terugnemen over iets wat ik heb gezegd. Ik zal never, ever, 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 ever mijn excuses maken over iets.
Sta je er 100% achter hoe je het hebt gedaan ook? Tuurlijk, wat is er fout aan hoe ik het heb gedaan dan? Nee, ik zeg niet dat het fout is. Wat zou er fout kunnen zijn aan hoe ik het heb gedaan? Nou, je bent van YouTube gehaald. Dat is gebeurd, ja. je bent van YouTube gehaald. Verder niks, ik ben alleen van YouTube gehaald. Hè. Ja, alleen nou wat er wel gebeurd is in de afgelopen tijd. En ik vind je fucking sterk. En ik heb daar echt massive respect voor. En je zegt net ook, ja, ik ben sterk, maar je maakt ze niet klein. Maar ik kan me wel voorstellen dat wat er in de afgelopen maanden gebeurd is, dat het wel, nou ja, dat het je wel wat, bijvoorbeeld de aflevering van Lubach, dat het je wel wat gedaan heeft. Ja, kijk, Kwalbak is sowieso een teringhond. Kijk, Lubach is een professional, maar is ook iemand, zijn producer is de vrouw van Kajsa Ollongren. Mm-hmm. Dus nou ja. Je kan mij niet zeggen dat je onafhankelijk van de Nederlandse regering opereert. Nee. Als dat je baas is in essentie. Mm-hmm. Dat is een feit, vind ik. En volgens hebben we eventjes contact gehad over of hij bij mij aan tafel durfde te zitten. Mm-hmm. Nou, in het begin durfde hij dat wel. En toen kreeg ik ongevraagd steeds meer persoonlijke informatie binnen over Lubach. Mm-hmm. Sorry, Kwalbak. En daar kon ik niks aan doen. Die vogels kwamen gewoon mijn nest in vliegen. Ik had ze niet uitgenodigd. Ik had niet met voer lopen strooien. Ineens zaten ze daar gewoon allemaal te kwekken. Mm-hmm. Kwalbak dit, Kwalbak dat, Kwalbak zus, Kwalbak zo. Ik denk, dat is interessant. Kijk, en er zijn ook wel mensen die over mij praten. Maar die vogels heeft hij over mij niet binnengekregen in zijn nestje waarschijnlijk. Mm-hmm. En we waren ook heel bang dat het misschien een discussie zou worden. Kijk, als ik bijvoorbeeld zeg, in die documentaire gaat 25 minuten gaat over Pizzagate. En daar wordt gewoon in mijn ogen hard gemaakt wat er daar aan de hand is. Als hij dan vervolgens zegt, ja, maar dat ken ik niet, heb ik niet gezien. Ja, dan heb je een gesprek van niks natuurlijk. Als hij zegt, ja, in mijn wereld is dat niet waar en dat bestaat allemaal niet. En in Nederland hebben we geen hooggeplaatste mensen die pedofielen beschermen. Weet je, en het is allemaal niet waar wat ze zeggen bij Argos. Met al die mensen die hier jarenlang stelselmatig, systematisch ritueel verkracht worden. Mm-hmm. Ja. Maar dat kon je dus allemaal niet. Nee. En op een gegeven moment kwam er een briefje. We zien er toch vanaf. Mm. Ja. Maar jij bent dus wel, jij hebt nog het gesprek wel willen aangaan dus. Ja, ik. Nou ja, ik stond niet te springen hoor. Mm-hmm. Maar ik heb ook een team en die zeiden, we gaan in ieder geval even horen. Snap je? Mm-hmm. Er is wel contact geweest. Maar Lubach, sorry, Kwalbak, fuck him forever. Kamervraag 2 is uit 2015 uit mijn hoofd. Mm-hmm. Hij had primeur. Heb hem gegeven. Mm-hmm. Kan ik ook de mails laten zien, alles. Ik heb hem gewoon ge-emailed. Ik zat bij mezelf, ik heb die track klaar. Ik denk, ik ga één tv-ding doen, één radio-ding. Ik heb bij Giel Beelen live op de radio. Dat het Giel voor me gefixt. Dat we hem daar, pap, meteen in de ochtend strak konden spelen. Zonder dat hij had gecheckt wat de inhoud van de plaat was. Dat er niet een producer kon zijn die zei, nou, dat gaan we niet doen. Dat het Giel echt voor me gefixt. En ik denk, hoe stoer zou het zijn als we in dezelfde week, gewoon in het programma van Lubach, wat altijd kritisch als de tering is, weet je. Het meest kritische liedje wat er ooit geschreven is, misschien wel dan live doen. Mm-hmm. Wilde hij niet. Nee. Terwijl ik echt dacht van, oké, dit is toch wel iets heel doops. En dit was natuurlijk voordat jij die aflevering had gemaakt. Dit is 5 jaar daarvoor. Oh zo, oké, precies. 2015. Mm. En nogmaals, weet je, er zaten heel veel vogels die begonnen allemaal dingen te vertellen. En ik vond het allemaal heel interessant. En nogmaals, ik ben gewoon een mens. Ik heb ook mijn fouten. Ik ben ook niet altijd te genieten. Maar ik durf te zijn wie ik ben, altijd en overal. Mm-hmm. En ja, dat maakt mij misschien gevaarlijk. Dat waar wil je mij mee chanteren? Mm-hmm. Mijn familie weet alles van me. Ik ben mijn drugsgebruik, mijn drugsverleden is geen geheim. Dus waar wil je me mee chanteren? Ik ben niet chantabel. En ik heb niets te verliezen. Snap je? En die politici en heel veel televisiemensen en Kwalbak waarschijnlijk dus zelf ook zijn op een bepaalde manier toch chantabel. En dat zou lastig worden voor hem, denk ik. Ja. En
je moet natuurlijk heel erg oppassen dat je niet in een discussie komt. Ja, maar wij denken dit. Ja, maar ik, dat zou sowieso saai geweest zijn. Ja. En ik weet ook niet, weet je, wat hij denkt. Ik weet ook niet of hij trots is. Ik ben trots op alles. Ik weet niet of hij trots kan zijn op wat hij heeft gedaan. Snap je? Ik weet, wil wel dat mensen weten dat de uitzending van Lubach niets te maken heeft gehad met dat mijn kanaal van YouTube verwijderd is. Nee. Want dat gebeurde in de nacht daarna, volgens mij uit mijn hoofd. En dat was gewoon een algemene YouTube-purge. Waar ik mede slachtoffer van was. De meeste kanalen die ik keek, waren naar dat moment weg. Mm. En een van de ergste dingen vind ik, ik kan niet eens meer gewoon inloggen op YouTube. Ik had een playlist gewoon voor mezelf met allemaal toffe recepten erin en zo. En die ben ik nu kwijt. Dat vind ik ook balen, weet je. Dat is gewoon op persoonlijk niveau is dat iets. Ja. Maar ja man, fok Kwalbak. En hij weet het. Als hij mij ooit ziet, ik hoop dat hij zijn schoenen goed stevig vast hebt, snap je? Mm-hmm. Maar we gaan, ja, weet je, ik kom lachend op hem af. Ja. Kwali, Faka, ga even zitten, gap. Ja. Ga even praten. Maar heeft hij niet, want er is correspondentie dus tussen jullie geweest. Jullie hebben gesproken. En heeft hij daar, ja, ik vraag me dan heel erg af, is hij daar wel van... Ik heb gewoon een lekker bommetje Lubach Kwalbak shit klaar liggen. En ik kan het gooien als ik zou willen. En dat is waarvoor hij bang is. Maar wat zou de reden voor jou zijn om dat niet te doen dan? Waarom zou ik dat doen? Ik ben niet op deze wereld om mensen kapot te maken. Ik zou nooit iemand kapot maken om het kapot maken. In de kwestie Lange Frans versus Kwalbak is het anders. He came out swinging. Mm-hmm. From the gate, snap je? Mm-hmm. Vanaf het begin is hij, heeft die, is hij gaan slaan. Mm-hmm. En op de lachknop drukken. Boom. Boom. Dat is wat hij heeft gedaan. Mm. Ik heb nooit een woord over hem vuil gemaakt. Ik heb hem 5 jaar geleden de exclusieve tv-deal willen geven van Kamervraag 2. Mm-hmm. Ik heb vroeger ook nog wel eens geholpen met een rap voor hem schrijven of zo. Ik ben altijd niks meer dan gewoon een vakbroeder voor hem geweest. En nu moet je je lachmachine aan mij koppelen. Mm-hmm. Maar dat zeg ik, het leuke is van deze wereld is, zeg maar, iedereen moet doen wat hij doet. Doe het. Ik doe het ook. En iedereen moet zelf dealen met alle consequenties die daarbij komen. Ja. En ik zeg dat met een brede glimlach. En hij moet zelf dealen met zijn eigen consequenties. Ik weet niet hoe de reacties zijn. Ik weet niet hoe zijn relatie is met het universum. Ik weet niet hoe lekker hij bij zijn vrouw op de bank zit. Mm-hmm. Ik weet niet hoe hard hij al die kleine vogeltjes nog mist. I don't know. Ik ken hem niet. Nee. Weet je, ik heb wat over hem gelezen. Hij heeft fucked up shit meegemaakt. Hij heeft wel zo wat fucked up shit meegemaakt. En toen ik dat las, dacht ik, ja, misschien komt het door je fucked up shit dat je iemand die beter of positiever in het leven staat. Ik spreek op sommige platen ook uit. Ik heb een groot geloof in God. En ja, als jij dat bijvoorbeeld niet hebt, dan kan het heel erg vervelend voelen als iemand dat bijvoorbeeld wel hebt. Ik weet het niet. Nee. Fakka Arjan, ik weet het niet. Nee. Fakka Kwalbak. Maar ik kan me dus nu wel heel erg voorstellen dat je op zich wel wat heeft gedaan. Als ik het zo voor je mag invullen, doe je alles wat je doet met de goede intenties. Hè? Kijk, ik vind voor mijzelf even, of je iemand gelooft of niet, of je iemand dezelfde idealen nastreeft als iemand anders, dat maakt niet uit. Weet je? Dat is prima, dat moet iedereen lekker zelf weten. Mm. Jij gelooft dit, jij gelooft dat. Nou, whatever, ja. Dat mag, geloof ik. Tuurlijk. De intenties is denk ik wel belangrijk. Gaat iemand iets doen met de goede intenties of slechte intenties? Volgens mij heb alles wat je hebt gedaan, je hebt zo je nek uitgestoken, is gebeurd vanuit de goede intenties. Again, daar gelaten of iemand het ermee eens is of niet, het boeit niet. Je hebt de goede intenties gehad. Dus ik kan me voorstellen dat op het moment, als je dit doet allemaal met de goede intenties en er worden kleine dingetjes ergens uitgepakt, dat wordt op nationale televisie gepleurd. En je wordt eigenlijk op die manier zo geframed en dat jij met de goede intenties, door heel veel Nederlanders, dat niet gezien wordt. Ik kan me voorstellen dat niet relaxed voelt. Voor mij? Ja. Ja, dat klopt. Maar weet je wat het is? Ik heb een hele dikke huid opgebouwd de laatste 20 jaren al. Ik snap je? Dus het is voor mij niet een issue. Ik heb mezelf getraind om klaar te zijn voor deze shit. Misschien ben ik wel altijd klaargestoomd om precies dit te doen wat ik nu doe. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Dat zou ook zomaar kunnen zijn. Ik weet het niet. Ik opereer in de gratie van God. En ik doe gewoon wat ik voel dat ik moet doen op het moment. En ik denk van ja, weet je, ik ben alleen maar pro-familie, anti-pedo, pro-samen zijn en that's it. Ik ben heel simpel.
Mm. En ik geloof erin dat iedereen moet doen wat hij wil. En hoe extreem je ideeën ook mogen zijn, op wat voor manier dan ook, doe het. Doe het, doe het, doe het. Maar deal met de consequenties. Ja. Doe ik ook. Alles wat ik doe in mijn leven heeft consequenties. Dus ik doe alleen maar dingen waarvan ik de consequenties wil en kan dragen. Soms doe je misschien dingen waarvan je, ja, die je op een gegeven moment niet meer kan dragen. Want je rugzak wordt heel zwaar. Als iedereen elke dag een nieuwe baksteen in je rugzak erbij gooit, ja, op een gegeven moment zul je hem niet meer naar de bushalte toe. Nee. Denk ik. Nee. Dus ik, ja, ik moet er maar kijken hoeveel stenen er in Kwalbak zijn rugzak zitten. Of hij op een gegeven moment nog over de gracht lekker kan trimmen. Of dat het allemaal wat zwaarder wordt. Mm-hmm. We moeten zien. Ja. Het is niet in mijn handen meer. Nee. Het is nu op straat. En ik ben cool op straat. Ik weet niet hoe cool hij op straat is. Nee. Ja, maar dat is je. Volgens mij kom je ook in de afgelopen periode. Wordt ook wel de ware aard van bepaalde personen blootgelegd. Ja. Of kan je het in ieder geval zien? Je moet kleur gaan bekennen of zo. Ja, en ik ben een heel kleurrijk persoon. Dus ik heb vrienden en kennissen met vele verschillende kleuren. Dus ik ben daar niet zo bang voor. Helemaal niet zelfs. Ik denk dat ik altijd al kleuren heb bekend in mijn muziek. Mijn echte luisteraars, die kennen mij. Mm-hmm. Voor hun ben ik een open boek. Mm-hmm. En ja, je ziet het ook, weet je. De NRC had laatst een of andere een bordspel. En daar kon je dan de Lange Frans uitknippen. Ik zie het nog steeds als er is. Ja, ik zeg bedankt voor de gratis reclame. Normaal is het best wel moeilijk om op de voorpagina van de NRC terecht te komen. En mij lukt het toch weer gratis. Mm. Weet je, en Joep van het Hek heeft een paar vervelende columns over me geschreven. En ja, hetzelfde, weet je. Ik bedoel, schrijf wat je wil schrijven. Deal met de consequenties. Maar zijn ik kan niet garanderen dat je nooit een snerp naar je hoofd krijgt van een hele trouwe lange Frans luisteraar. Nee. Ja, ik kan daar niet voor. Nu is het buiten mijn handen. Ik heb het niet op straat gegooid. Jullie hebben het op straat gegooid. Mm. Ja, nu is het op straat. Maar wat ik heel erg ervaar daarin is, het is een soort van, en die term die is iets van de laatste tijd, die cancel culture, ja. die ik ook wel redelijk van dichtbij heb mogen meemaken inmiddels. Ik heb zelf een evenement en clubs in de techno en zo, en die zijn redelijk links en daar is die cancel culture toch behoorlijk wel een ding. Ja. Maar dat merkte ik ook, zeg maar, bij jou bij Lubach, dat is eigenlijk gewoon een poging tot cancelen en alles wat daarop voortkomt en zo'n. Ja, maar kijk. Daarmee geef je Lubach op papier veel te veel power. Kwalbak heeft nooit de power gehad om Lange Frans uit te schakelen, op wat voor manier dan ook. Mm. Kwalbak zou een dubbel cd kunnen maken met 20 disraps, geholpen door de beste artiesten in Nederland. En dan zou hij nog steeds niet mij kunnen raken. Mm. Snap je? Je ziet ook een Kwalbak in zijn shows, wil hij vaak rappen. Als hij bij 538 zit, wil hij ook vaak rappen. Ja, misschien ben ik wat hij eigenlijk wil zijn. Zou ook kunnen. Mm. Weet je, misschien, hij is niet wat ik wil zijn. Dat kan ik je met 100% zekerheid zeggen. Nee. Als ik Kwalbak zie met zijn lachmachine, denk ik, nee, dat is niet wie ik wil zijn. Nee. Maar misschien ziet hij mij rappen uit mijn hart, eerlijk. En met alle gevolgen van dien, weet je, met me, ja, gewoon, ja, bloot en open en let's do this shit. Mm-hmm. Ja, misschien. Het zou kunnen. Ik heb het nog niet overgeanalyseerd, hoor. Maar ik gooi dingen eruit. Ik verwacht ook dat ik een kerstkaart meer krijg van de familie Kwalbak. Nee. Weet je, fuck hem. Forever. Maar het voelt voor mij juist heel erg als een patroon wat je heel erg veel terugziet. Je hebt soort van de normen en waarden. Die zijn dan gesteld. En dan zeker een soort van links, rechts, wat dat ook mag zijn. Hmm. Die werken binnen die bepaalde maatschappelijke kaders. Inclusie, klimaat. Het zijn die buzzwords die je de hele tijd hoort terugkomen. En ja, alles wat daar buiten valt, of eigenlijk alles wat dat aanvalt, die geloofssystemen, moet weg. Ja. Weg. Ja. Het is allemaal vrijheid van meningsuiting. Totdat dat gebeurt, dan is het klaar. En daarom, weet je, ik lig hier ook echt. Mijn leven is gewoon wat dat betreft superleuk. Ik vind het heel fijn dat er allerlei mensen zijn bij de NRC die zo met mij bezig zijn, dat er columns over me worden geschreven, er worden spotprenten van me gemaakt, er worden bordspelletjes met me verkocht. Ja, ik heb een nieuwe advocaat gebeld om alles uit te zoeken. Er gaan rekeningen gestuurd worden als een gek natuurlijk. Portretrecht, inbreuk, smaad, laster. Weet je, ik heb er zin in, weet je. Gezellig.
Maar het feit dat ze er zo mee bezig zijn, zo'n Joep van het Hek die zich zo druk kan maken om iemand als mij, en in een kwalbak die er een hele uitzending en nog meer aan bijt om mij te... Alleen maar omdat ik een klein programmaatje ging maken waar heel veel mensen naar gingen kijken. En er gingen alleen maar heel veel mensen naar mijn geluid luisteren, omdat het geluid was wat in de linkse grachtengordel al jarenlang de mond gesnoerd wordt. Omdat je niks meer mag zeggen wat niet in dat systeem zit wat jij net uitlegt. Het moet allemaal transgender en vloeiend en eco en ja, tief de fuck op, man. Er zijn gewoon heel veel normale mensen die hebben er gewoon een broertje dood aan. We do not care, weet je, op die manier. En de meeste mensen, ja, ik noem ze grachtengordeldieren. En Joep is er één. En Arjan is er ook. En ze allemaal grachtengordeldieren, ja. Dat zijn van die nep-Amsterdammers die het duurste plekje kopen en dan een grachtengordeldier worden. Maar besef dat een grachtengordeldier kan alleen maar overleven in de grachtengordel. Zodra een grachtengordeldier er buiten komt, en de Amsterdamse grachtengordel is niet zo groot, dus maar een heel klein stukje in vierkante kilometer stelt het niet zoveel voor. En daarbuiten wordt het lastiger voor het grachtengordeldier om te ademen, om te leven, om zijn natuurlijke habitat te vinden, om andere grachtengordeldieren te vinden om mee te paren, om weer kleine grachtengordeldiertjes te maken. En dat is denk ik wel een vergissing die ze maken. Ik ben wat dat betreft, ik kan overal naartoe, zonder bodyguards. Ik kan in elke buurt in Nederland durf ik een pakketje op te halen en te brengen. En er mag gewoon een grote lange Frans sticker op mijn auto staan. En ik denk niet dat iemand mijn ruiten in gaat gooien. En als dat wel zo is, inshallah, dan heb ik het verdiend. Maar ik ben er niet bang voor. En ik denk dat heel veel grachtengordeldieren heel gespecialiseerd zijn om op bepaalde manieren en met een beetje humor die meningen die jij dus net zegt, om daar die mening zeg maar te verkondigen. Maar ja, verder wordt hun habitat wordt daar veel kleiner mee. Snap je? En dat is weer van, doe wat je moet doen, maar deal met de consequenties en de gevolgen. Ja. En nogmaals, ja, ik zou met niemand... Ik snap misschien dat er mensen zijn die denken, wauw, je hebt veel voor je kiezen gehad. Ik zou met niemand anders in de wereld willen ruilen dan mezelf. Ik wil niemand anders zijn. En dat kan ik iedereen aanraden. En daarom ook, ik zit zo fijn in mijn vel dat, weet je, ze kunnen niks. Weet je, wat willen ze nou doen? Echt. Ik heb er geen luisteraar om verloren. Ik heb er geen optreden om verloren. Ik heb er geen kussen van mijn dochter om verloren. Ik ben oké. Helemaal oké. Dus ja, de cancel Lange Frans, dat gaat niet. Want Lange Frans is los van het systeem. Dus alleen als je in het systeem bent, kan je door het systeem gecanceld worden. Gaat niet lukken. Gaat Kwalbak niet lukken. Gaat Joep niet lukken. Gaat niet lukken als zouden Kwalbak en Joep samen in de arena een megashow geven, cancel Lange Frans. Als zouden ze er 40.000 kaarten voor verkopen. Zouden ze nog steeds niet het echt voor elkaar krijgen om mij te cancelen. Dan zul je echt een kogel door mijn hoofd moeten jagen. En dat zie je Kwalbak en Joep van het Hek niet doen. Nee, nou gelukkig niet. Maar vind je niet, want ik vind het wel een soort van, ja, dat patroon, dat maakt me wel zorgen, man. Maar dat zeg ik, fuck hem. We moeten ook gewoon tegen ze zeggen, fuck hem, weet je? Fuck you. En dat zeg ik ook voor, kijk, er is de vraag weer van, ik move ook wel eens over de grachten. Vroeg of laat kom ik een van die grachtengordeldieren tegen. En nogmaals, dit is geen bedreiging, maar het is absoluut een belofte. Vroeg of laat gaan we elkaar tegenkomen. En dan is de vraag, wordt de soep net zo heet gegeten als dat die geserveerd wordt, ja of nee? Want ik heb precies dezelfde instelling als dat ik nu heb. En we kunnen gewoon gaan zitten op mijn stoepje. Let's chop it up. Laten we er even over praten, bro. Kijk me in de ogen aan. Laten we die energie even laten flowen zoals wij nu zitten. En wanneer je tegenover iemand ziet en iemand zit alleen maar naar zijn schoenen te kijken of omhoog of naar zijn horloge, die steekt sigaret naar sigaret op, ja, dan weet je genoeg. Snap je? Want diegene is niet ontspannen met zichzelf in jouw sterke aura. Dat wil ik zien. Komt dat, denk je, omdat ze, want het gevoel heb ik vaak, dat ze streven een soort van moraliteit na en een wereldbeeld naar waarvan zij denken dat dat echt die van hen is. Maar die misschien puntje bij paaltje helemaal niet zo van hen is en dat is gewoon
dat hen gevoed is door de jaren heen, door again weer de systemen waar ze in opgroeien. Dus eigenlijk moet ze een soort verhaal verkondigen waarvan ze denken dat het die van hen is, maar eigenlijk helemaal niet echt die van hen is. Ja. Wat ze niet echt bewust doorhebben, maar wat dan toch onbewust met ze meespeelt of zo. Ja, ik weet het. Ik heb er nooit zo over nagedacht. Ik denk altijd, als je mensen genoeg betaalt, dan en je blijft ze sturen in wat ze moeten zeggen. En nogmaals, ik heb te veel shit gezien. Hè? Mm. Ik rol al 20 jaar in de entertainment. Ik was bij de oprichting van... Ik ben betrokken geweest bij de oprichting van radiozenders. En dat klinkt allemaal pompeuster dan het is. Maar voordat we wisten wat de zender was, werden wij gevraagd om adviezen te geven. En daarna zie je groeien en wat er gebeurt met die adviezen en wat er niet gebeurt. Ik heb auditie gedaan voor De Wereld Draait Door, zonder dat ik wist dat het De Wereld Draait Door was. Snap je wat ik bedoel? Dus ik heb precies gezien hoe de mensen en de tafelheren, hoe dat allemaal geselecteerd werd. En ik weet wat ik kwam doen op die auditie. En ik weet wat voor nieuws ik belangrijk vond. En ik weet dat ik niet ben teruggebeld. En ik weet ook nog precies wat ik vertelde, zeg maar. Wat voor mij belangrijk nieuws was. Mm-hmm. En dat was toen al misschien 1% rechtser dan het midden. Het nieuws wat ik had, zeg maar. Mm-hmm. Vergeet het maar. Het is hetzelfde, weet je. Kijk, ze pretenderen allemaal, weet je. En de Wereld Draait Door is daar een mooi voorbeeld van. Af en toe zit er iemand aan tafel met een kleurtje. Maar de 100 mensen die achter de schermen werken, zijn allemaal wit. Mm-hmm. Dus je doet naar buiten toe alsof je... Nou, sowieso 30% zijn wij Surinaams, Antilliaans, lekker multicultureel en dit en dat. Maar achter de schermen, waar het zou moeten tellen, weet je wel, is het gewoon een façade. Het is gewoon bullshit. Mm-hmm. En ja, dat is het met ditzelfde met de gracht. Ik zeg maar, het type grachtengordeldier is ook iemand die zegt... ja, we moeten allemaal de vluchtelingen helpen. Maar zodra de vluchtelingen naast hun wonen, zijn ze de eerste die een civiele procedure aanspannen bij de gemeente om ze het pand uit te krijgen. Ja. Dat soort typjes. Ja. Snap je? Hypocrisie. Ja. Ik ben niet tegen vluchtelingen. Ik ben niet voor ze. Maar ik ga niet roepen, kom maar. En dan daarna, weet je, zeg maar, als ik zeg kom, dan heb ik mijn zolderkamer daadwerkelijk voor je klaar. Weet je, als ik zo'n stelling zou nemen. En oorlog is niet tof en ik vind dat niemand op de vlucht moet zijn. Maar ik denk verder, ik denk als wij hier in het Westen niet de hele wereld zouden leeg plunderen. En dan is het niet wij, dan zijn het de duivels die ons besturen. Mm-hmm. Dan waren er helemaal geen vluchtelingen. Nee. Als we niet overal gas, olie en mineralen uit de grond aan het jatten waren in ontwikkelingslanden, dan zouden daar geen pleuris uitbreken, waardoor hele volkstammen op de vlucht zouden gaan. Nee. Weet je, je moet je ook realiseren, en er wordt vaak gesproken over gelukszoekers, en die zullen er ook zeker tussen zitten. En er zullen ook een paar terroristen op die bootjes zitten. Mm-hmm. Maar er zijn ook gewoon mensen die met hun hele hebben en houden en hun gezin of met jonge kinderen toch de drang en het risico voelen om op een of andere onstabiele rubberboot in Turkije te stappen in de hoop om op een Grieks eiland te belanden. Ja. Ik denk, als je zo ver bent dat je dat doet, dan moet de wanhoop je dichterbij staan dan de hoop. Mm-hmm. En daar heb ik ook weer veel respect voor. Maar goed, dwaal misschien een beetje nou, af. Nee, maar het is wel heel interessant wat je zegt eigenlijk. Want de mensen die zo... kan iemand nog een flesje water brengen anders? Ja, top. Als wij willen dat die... we willen die vluchtelingen allemaal binnenhalen. Ja, dus vooral zeker de linkse deugende mensen... Die willen graag allemaal die vluchtelingen binnenhalen. Ja, tot die mensen echt op zolder zitten. Nou, maar en ze willen dus ook eigenlijk niet echt kijken naar het probleem wat zij zelf eigenlijk gecreëerd hebben, waarom die mensen naar onze landen vluchten. Je kan bij niemand, zeg maar... Je kan in deze generatie niet zeggen, ja, maar dat komt daar en daardoor. Nee, wacht, dit klinkt vaag. Ik bedoel te zeggen, je kan de normale burger hier niet de schuld geven van wat een grote multinational in Nigeria aan het doen is. Nee, maar ik vind als je er zo stelling over inneemt en je bent zo stellig over bepaalde onderwerpen, nou, dan vind ik ook dat je wel echt de kern mag doorkomen. En dan ook, kijk, dan is het ook de vraag, de mensen, okay, dus dan neem je heel erg stelling in tegen X, Y, Z. Mm. Maar zit X, Y, Z dan wel in je aandelenportefeuille? Mm-hmm, weet je, want dat zijn dezelfde mensen die in de krant dan zeggen, in hun column gaan ze dan met hun hakken in het zand. En tegelijkertijd hebben ze er die maand een paar ruggen op verdiend. Mm-hmm. Zonder het te weten misschien, maar ik vind van, weet je, ja, ik vind, als je, if you talk the left talk,
dan moet je ook de left walk walken. Mm-hmm. Dan vind ik dat je ook niet geïnvesteerd mag zijn in een bank met een mutual fonds waar dan een heel klein stukje wapenhandel in zit. Mm-hmm. Want dat klopt dan gewoon niet. Nee. Snap je? Dat ruimt niet. Ik vind van niet. Nee. Ik bedoel, als ik zeg dat ik voor vrede ben, dan zou ik niet willen dat iemand door mijn portefeuille zou gaan met aandelen en zou zien dat ik gewoon heftig geïnvesteerd ben in een landmijnenproducent. Mm-hmm. Want dan preek je niet wat je claimt. Nee. Maar dat voor mij voelt dat een beetje als het probleem van links nu sowieso. Dat moraal kompas hebben en vinden dat iedereen dat moet hebben. Maar puntje bij paaltje, er gewoon eigenlijk helemaal niet naar leven. Maar het wel bij anderen, dat altijd bij andere mensen moeten opdringen. Dat de manier is van hoe je je leven moet indelen. Ja, en een van de voorbeelden, denk ik ook, die in Nederland goed kenbaar is geworden. Zeker bij de deugende mensen. Is dat hoe snel en hoe erg ons is aangeleerd om Donald Trump te haten. Mm. En nogmaals, kijk, je mag van Donald Trump vinden wat je vindt. Ik denk dat hij de boeken in zal gaan als een van de belangrijkste, of misschien wel de belangrijkste Amerikaanse president uit de geschiedenis. Mm-hmm. I said it, weet je, bewaard tweet. Ik heb het hier gezegd. dat denk ik echt. Ik ben een groot fan van hem. Ik was al fan van hem. Ik vond Trump in The Apprentice dope. Ik vond Trump dope in Home Alone deel 2. Mm-hmm. Weet je, ik mag hem. Het is een man. Mm-hmm. Weet je, iemand die gewoon... En ik heb nooit slechte verhalen over hem gehoord. Sterker nog, in mijn 20 jaar in de hiphop heb ik altijd al mijn rapbroeders uit Amerika gaven altijd vergelijkingen. I want to be rich like Trump. I want to have a house like Trump. And dit like Trump. En Trump werd altijd, was een synoniem voor succes en geld. Mm-hmm. En nooit werd die man anders aangekeken dan dat. Mm-hmm. En gelukkig zijn er een paar rappers. Lil Wayne heeft hem geëndorst. Weet je, die is publiekelijk Kanye. Kanye. Nou, Wayne en Kanye zijn twee van de mensen die ik al jarenlang heel hoog heb zitten. Op vele vlakken. Dus gelukkig is dat wel een beetje zo. Maar in Nederland, ja, als ik bijvoorbeeld met mijn ooms en tantes praat en met mensen uit mijn familie, neven en er zitten ook wat mensen van in het onderwijs en dat is helemaal dat is ook een slagje natuurlijk. Zeg ik met alle respect naar jullie allemaal. Hè? Maar die mensen die lijken wel gewoon... Ja, het lijkt alsof hun zeg maar onder zo'n dwang leven, dat als ze iets positiefs zouden vinden over Trump, en ze zouden dat bijvoorbeeld zeggen in de koffiekamer, dat mm-hmm. ze onder zo'n angst leven, dat ze zeg maar ontslagen zouden worden door het te zeggen in de koffiekamer. Maar dat is opvallend. En dat is waar ik... Want ik moet je heel eerlijk zeggen, hè, toen Trump gekozen werd, nou 4 jaar geleden dus, toen dacht ik ook van shit, nee, wat hebben we nou weer aan, weet je al, kloot, en nee, Trump zit daar en dat kan echt niet en die gaat de wereld om zeep helpen. Ja. Maar gaandeweg het proces, en zeker sinds afgelopen maart, als je dan op een gegeven moment toegeeft dat bepaalde dingen anders zitten dan je in eerste instantie dacht, ja. Dan durf je ook dat opnieuw te gaan betwijfelen, weet je wel. En ik eerlijk gezegd heb ik er weinig verstand van om echt Trump's standpunten te weten en zo. Maar wat ik wel 100% zeker weet is dat het opvallend is dat elk persoon die Laat ik het zo zeggen. Kijk, wat ze met Trump hebben gedaan is ze hebben eigenlijk een Lange Fransje gepoeld. Of ze hebben op Lange Frans een Trumpje gepoeld. Mm-hmm. Ik heb 15 uur podcast gemaakt en Lubach haalt er zeg maar 18 seconden uit om de boel belachelijk te maken. Mm-hmm. Maar je kan van iedereen 18 seconden knippen en domme dingen er tussendoor zeggen, snap je? Ja. En het is precies wat Trump kan, zeg maar, een speech houden van een half uur. Mm-hmm. En dan maakt hij bijvoorbeeld één grapje, wat als je dat eruit lift als one-liner, mm-hmm. dan kan het raar overkomen als je daar dan wat context bij zet. En je ziet, Nederlandse media is gewoon de beste journalist in Nederland, het Ctrl-C, Ctrl-V. Mm-hmm. Ja, want het is zeker allemaal copy, paste, copy, paste, ja. Copy, paste. Het ANP plaatsen is in ieder geval. Ja, en hetzelfde is bijvoorbeeld als jij je regionale dagblad hebt. Dat is allemaal persbureau, persbureau, persbureau. Mm. Dit zijn dezelfde stukjes. En ik heb ook meegemaakt, ook als mensen mij weer gingen demoniseren. Het is gebeurd in de Telegraaf, het is gebeurd in het AD. Het is gebeurd in... Er is geen serieuze krant die niet ook een speer naar Lange Frans heeft gegooid. Mm-hmm. Ze bestaan niet. En het AD is zelfs op een gegeven moment zo laag gezonken, dus die schreven een stuk waar niet eens iemand zijn naam boven durfde te zetten. Mm. Redactie Binnenland. Nee. Oké, okay. Nou, een interessant persoon, Redactie Binnenland. Mm. Like to know this person. En ja, man. Maar ik heb zo'n dikke huid gekregen dat ik ben gewoon ik kan het me niet meer op laten focussen. Maar het is wel interessant wat je zegt, want dat merk ik dus ook. En dat was ik echt ook naartoe aan het werken was met Trump, dat hij
Het moet mensen nu een keer gaan opvallen dat als alles en iedereen hetzelfde over één persoon of onderwerp of whatever roept, en dat er geen ruimte is voor een andere soort van geluid in dat situatie, dat moet op per definitie opvallend zijn. Of je het eens bent met die of oneens, maakt geen reet uit. Als dat zo is, als iedereen hetzelfde vindt en zegt, dan is het opvallend. Ja. En ik denk bijvoorbeeld, weet je, Trump heeft fantastische vredesdeals is hij aan het maken met allerlei landen in het Midden-Oosten die elkaar allemaal de keel wilden doorsnijden. Israël, Jemen, allemaal, Saudi-Arabië, hij is echt aan het knallen. Mm. Je hoort er niemand over. Nee. Niemand zegt er iets over. Genomineerd voor de Nobelprijs van de Vrede zelfs. Dat is, zijn meer, ook heel tof, weinig over gehoord. Wat was nog meer een power move? Hij is als een van de weinigen naar Noord-Korea gegaan. Mm. Hij zegt, Kim, hoe is het? Mm. Wat gaan we doen? En ik vind dat gewoon geweldig. Als ik Trump hoor praten in die speeches, dan denk ik, en dan zeg ik ook altijd van, stel, je hebt kinderen. En de vraag is, ga je Donald Trump en Mike Pence vragen om op te passen? Of vraag je Biden, Hillary Clinton en Kamala Harris? Mm. Nou, ik weet naar welk kamp ik mijn kinderen toebreng. En ik weet ook waar ik ze aan het einde van de middag ongefolterd weer op kan halen. Mm-hmm. Snap je? Mm-hmm. Ja, dat is gewoon een gevoel. En Trump is gewoon echt een sterke man. In de zin van, ik denk niet ik denk dat Trump niet scheid heeft aan vrouwen, helemaal niet. Maar ik denk ook niet dat hij... Hij zal zich in ieder geval niet mee laten slepen in al die deugdpolitiek. Mm-hmm. Dat heeft hij vanaf het begin af aangezegd. Hij heeft lang geleden al geroepen. Stemfraude, it's gonna happen, weet je? Mm-hmm. Hij heeft voor sommige dingen, heeft hij jaren geleden al opmerkingen gemaakt van, dit gaat er aankomen. Ze gaan proberen mij... Er is niets over de verkiezingen wat er nu is gebeurd, wat Trump niet tot de kleinste details helemaal voorspeld heeft. Mm-hmm. En... ik zie het niet, hij geeft niet zomaar dat is een heel slecht voorbeeld. Hij geeft niet zomaar het stokje door aan Biden, hoor. Nee. Ik zie dat niet gebeuren. Mm-hmm. En ik hoop daarop. Ik bid daarvoor. Ik spreek die hoop ook uit. En het zou voor de hele film waarin we nu zitten, dat zou het ook een fantastische plot twist natuurlijk nog zijn, als het inderdaad niet gebeurt. Ja. En als Trump gewoon voet bij stuk had en zegt, luister, ik ben inderdaad als president van dit land, is het mijn taak om ervoor te zorgen dat ons democratisch proces en het kiesproces eerlijk verloopt. Ik weet nu 100% zeker dat dat niet is gebeurd. Mm-hmm. Dus ik kan Joe Biden niet de president laten worden. Ik geloof 100.000% dat als de verkiezingen eerlijk waren geweest en als Trump ook het idee had gehad dat de verkiezingen eerlijk waren geweest, mm-hmm, en Joe Biden had hem oprecht verslagen, prima, dan had hij het stokje doorgegeven. Ik denk niet dat iedereen is een zure verliezer als je jezelf een winnaar vindt. Mm-hmm. Maar uiteindelijk komt er een moment dat je zegt, oké, ik heb verloren. Jij was deze wedstrijd beter. I'll get you next time, motherfucker. Op die manier. Mm-hmm. Maar Trump weet dat er vals gespeeld is. En hij weet dat er allerlei verschrikkelijke dingen zijn gebeurd met het tellen. En het mooiste voorbeeld is, als Trump ergens kwam, hij zette een vliegtuig neer op een vliegveld. Mm-hmm. En er kwam een arena vol met mensen. 50.000 tot 60.000 mensen kwamen op hun vrije dag. Die namen vrij van hun werk, vrij van school. En die gingen met z'n allen in de pick-up truck zitten. En die gooiden een Amerikaanse vlag op. En die gingen luisteren naar hoopvolle, motiverende woorden van Trump. Die een beetje gek aan het dansen was. Trump is een showman. Hij weet hoe die dat spectrum van de showbiz moet bespelen. Daarom is hij een geweldige keuze geweest. Want Trump is gevraagd om dit te doen. Dit is nooit een idee van Trump zelf geweest. Mm. Trump wordt al jaren gevraagd. Al 20 jaar wordt hem gevraagd. Zou je niet president willen zijn? Altijd heeft hij gezegd, ik denk dat er betere mensen zijn om het te doen. Ik hoop dat het er nooit van hoeft te komen dat ik het moet gaan doen. Maar als het op een gegeven moment niet anders kan, dan ga ik ervoor. Mm. En ik denk dat Trump op een gegeven moment niet meer anders kon. En ik denk dat hij hem echt is voorgelegd van, luister, we hebben een bepaald idee. Jij zou daar een goede schakel in kunnen zijn om dat idee vruchtbaarder te maken. Om dat idee wortel te laten schieten. En ik denk dat Trump op dat moment heeft gezegd, oké.
En ja, met alle risico's van dien, ook voor de mensen om hem heen. Mm-hmm. Ik denk dat Melania, fantastische vrouw, prachtig om te zien. Elk type vrouw waar ik echt hard voor ga, zeg maar. Dat, mm-hmm. dat is er. Lijkt ook erg op de moeder van mijn kinderen, snap je? Zo kies ik ze graag uit. Dat is mm-hmm. mijn typeje, helemaal. En ik denk dat zij helemaal niet zat te wachten om first lady te worden. Nee. Dit is niet, was niet haar idee. Ik denk dat ze het eigenlijk zei, oké, ik snap dat we dit moeten doen. Mm-hmm. En een van de hele opvallende dingen is, Trump zet zijn vliegtuig neer, arena vol met mensen. En ook, ik heb de beelden bekeken en ik ben een showman. Ik hou van sfeer maken. Jij weet ook, als je een feest binnenloopt, is de sfeer goed, is de sfeer niet goed, weet je. En mm-hmm. ik zag dat deze mensen zijn niet betaald om daar naartoe te gaan. Deze mensen hebben tijd gemaakt in hun drukke motherfucking leven om daar te komen. En mm-hmm. they showed up. En niet zomaar. Ze hadden hun t-shirt aan en hun vlag in hun hand en hun mitrailleur op hun rug en hun mooie ramfan gepoetst. Als ik een Amerikaan was, was ik dat. Gun op mijn fucking nek. Grote jeep. Vrouw en kinderen erbij en de hond achterin. En we gaan naar de Trump rally. Lachen. Barbecue. Snap je? Mm-hmm. Ik voel me, ik ben dat. En de linkse mensen in Nederland, de good mensen, die willen niet toegeven dat er in Nederland ook heel veel mensen zijn die gewoon van die Amerikaanse jeep houden en van die barbecue met hun familie. Mm-hmm. En die het verder allemaal niet zoveel uitmaakt wat er in de grachtengordel gebeurt en wordt besproken in de dure kranten en zo. Gewoon mensen die genieten van familie, die geloven in een grotere macht dan zichzelf en die gewoon een normaal en een eerlijk leven willen leiden. Maar weet je wat het voor mij is? Zeg maar, ik identificeer me niet per se met zo'n truck en met zo'n mitrailleur op mijn rug. Heb je wel eens een ramtruck gereden? Nee, dat is want inderdaad. Ik zal misschien jou zeggen, ga ik nooit meer terug daarna. Wij hebben er een paar. En hier voor de deur staat er ook eentje. En het moment dat jij een dag in die ramtruck hebt gereden, wil je nooit meer iets anders rijden. Ja, maar goed, ga verder. Ik sinds maart sta ik open voor alles, maar LPG, hè? Voor de links mensen, voor de good mensen, is het ongeveer de schoonste auto die je kan rijden. Gewoon €70 LPG en je rijdt 5.500 kilometer. Ja, dat is ongelooflijk. Dit was trouwens voor mijn autosponsors. Dit was weer het officiële sponsormomentje deze maand, jongens. Dit kan je uitknippen en op Facebook zetten. maar mijn punt wat meer was, dat ik me daar niet per se mee identificeer. Maar ik me wel steeds meer begin te identificeren met gewoon een wereld die niet gestuurd wordt door een klein groepje mensen. En dat is wel wat ik bijvoorbeeld bij Trump zie, zeg maar, ongeacht wat men daarvan vindt, is maar dat hij wel, hij gaat tegen die mensen in die al jarenlang het voor het zeggen hebben over wat wij moeten. Terwijl ik wil nu gewoon een keertje zelf bepalen wat ik wil. Ja. En dan hoef ik me niet te worden identificeren met een truck of met een mitrailleur op mijn rug, maar dan wil ik me wel graag identificeren met de boodschap, is dat ik het zelf wil weten een keer. Ja, het is voor mij precies hetzelfde. Alleen als ik dan mag kiezen voor de truck en de gun erbij, dan heb ik de optie graag. Dus wat dat betreft zitten we helemaal op dezelfde lijn. En Trump is gewoon wat dat betreft een doorn in het oog. En als je gewoon gaat kijken naar, ik heb die de laptop van Hunter Biden uitgespit. Mm. Nou, 0,0 heb je erover gehoord in het nieuws. Het was, en dan moet ik het goed zeggen, je hebt de New York Times en de New York Post. Dus de New York Post. Ja. Is het artikel eraf van, dat artikel is weggehouden van Twitter. Die Jack Dorsey van Twitter, wat ook, nou sorry, die man ziet er sowieso uit alsof hij in zijn jeugdjaren ook aan de radiator vastgeketend is, weet je. Die man wil gewoon kinderen verkrachten omdat hij dat zelf in zijn leven aan, weet je, die klopt gewoon niet, weet je. Je ziet het gewoon aan, dat is gewoon een enge kerel. En dit is wel de gast die dit soort informatie dus gewoon weghaalt. Mm-hmm. En ik zeg niet, voor mij mag gewoon alle informatie mag er zijn. Mm-hmm. Het maakt mij niet uit wat je zegt online. Doe het. Maar nogmaals, wees ook bereid voor de consequenties. Mm-hmm. Doe, als jij zeg maar een hele Facebook post maakt over dat je nou, laten we een voorbeeld nemen, dat je vindt Mein Kampf echt een geweldig boek, omdat je vindt dat is gewoon precies hoe jij het wil hebben. Nou, top, als jij dat op Facebook zet en je krijgt vervolgens daar een zware ruzie over met iemand op straat, ja, dan is het eigenlijk schuld dikke bult. Als iemand je daar vervolgens op outcalled in the real world. Mm-hmm. Maar ja, doe het. Mm-hmm. Doe het vooral.
Ja, maar dat is dat ook, want je zegt net over die guy van Twitter, best wel pittige uitspraken, maar is dat ook de reden dat je die pittige uitspraak doet? Luister. A, ik vind Jack Dorsey er ontzettend eng uitzien. Mm. Dat is gewoon op de look alleen, vind ik dat voor een tech multimiljardair zie je er iets te eng uit. Mm. Je bent op tv voor miljoenen mensen. Scheer je fucking baard. Ga naar de Turkse kapper. Laat je gewoon netjes bij. Hè? Doe normaal. Mm-hmm. En hij is toch iemand die informatie willens en wetens hebben weggehouden van de mensen. Ja. Weet je? En een aantal van zijn tweets gaan gewoon over dat hij weer een avond bezig is met het lezen van de satanische versen. Oké. Okay. Hmm. Heb je die wel eens gelezen? Nee. Nou, ik heb er eventjes doorheen gebladerd. Ik denk, ieder mens die zijn avonden spendeert met het lezen van dat soort versen, hmm. ja, en hij heeft ook wel eens een kleine opmerking gemaakt naar het drinken van bloed. Hmm. Ja. Ik vind, in ieder geval in de positie die hij heeft, de baas van Twitter op Twitter, zou je toch kunnen denken dat je bepaalde tweets niet mag doen. Maar doe het vooral. Hmm. Ja, doe het. Maar ik ben de eerste die, als ik jou ooit ergens zie zitten in een chic hotel in Frankrijk aan de Côte d'Azur, dan ga ik naast je zitten en dat is het eerste punt van gesprek. Mm-hmm. Snap je? Ja. En ik vind dat gewoon een hele vage guy. En ik denk dat hij er heel veel vage dingen op nahoudt. Het hele gebeuren met die Chrissy Teigen. Ja, zij heeft heel veel tweets eruit gegooid waarin ze gewoon open en bloot zegt dat ze peuters zo geil vindt dat ze ze wil aflikken en vast wil houden en dit en dat. Nou, prima. Zeg het vooral, maar vind het niet gek dat mensen met kinderen jou dan niet meer tof vinden. Nee. Dat moet je niet raar vinden. Als jij zegt dat je een peuter in Toddlers en Tiara eruit vindt zien als een geile pornoster. Dit is letterlijk, ik chargeer een beetje, maar het is ongeveer de kern van de tweet van Chrissy Teigen. Mm. Ja, dan moet je het niet heel raar vinden als mensen daarover vallen en als ze je vervolgens gaan trollen en allerlei dingen op je gaan gooien. Mm-hmm. Ik vind dat niet gek. Maar hoe kan het dat dan niet gecanceld wordt? Nou, dat is heel gek. Want alle mensen die dus gingen trollen op Chrissy Teigen, dat zijn de mensen die wel gecanceld worden. Dat zijn dezelfde mensen die van YouTube zijn verwijderd en van Facebook en van alles. Ik denk dat de mensen die het meeste dat verhaal moeten beschermen, die zitten het hoogst ingelikt in die heersende macht. En ik denk in de heersende macht is het misschien wel super cool om dat soort dingen te doen. Misschien is het wel heel cool om daar de duivel te aanbidden en hele dikke rode wijn te drinken als namaak babybloed. Ik weet het niet. Misschien is dat daar heel cool. Ik doe niet mee. Ik kan het niet zeggen. Ik vind het niet cool. Dat kan ik alleen maar zeggen. Mm-hmm. Het is niet mijn, het zijn niet mijn mensen. Nee. En als dat een kamer is waarin ik ooit terecht zou komen, dan loop ik daar weg. En er zijn natuurlijk een aantal mensen die zijn al zo verknipt dat als er iets verknipts gebeurt in een kamer, dat ze zijn aangetrokken tot dat verknipte. En ik denk dat ook, waar je ook echt niet in moet vergissen, is de ouderwetse, de afperstactiek. Door vele mensen wordt die ingezet. Als jij iets weet over iemand wat iemand geheim wil houden, ja, dan kan je diegene alles laten doen. Mm-hmm. Heel simpel. Je bent de burgemeester van plaats A. Mm-hmm. En op een dag stuur ik een of ander jong mokkel op je af die je verleidt naar de gemeenteraadsverkiezing en die in het Bastion Hotel om de hoek op je zit te wachten. En je denkt, het kan mij net verrotten. Ik hang hem er gewoon in. Maar we hebben een klein cameraatje hangen. Nou, je ziet hoe klein deze cameraatjes allemaal zijn. Mm-hmm. En we hebben daar beelden van. En vervolgens komen we een week later, bellen we die gozer op en zeggen, ja, bent u de burgemeester van? Ah, nou, ik heb hier een prachtig filmpje van u met deze mevrouw in het hotel. En ik app het wel eventjes. Nou, een filmpje bij jou. En je denkt, shit. Mm-hmm. Ja, vervolgens zeg ik tegen jou, als je niet wil dat dit filmpje naar je vrouw gaat, dan moet je ervoor zorgen dat wij dit gebouw daar neer mogen zetten in jouw gemeente. Mm-hmm. Maak je daar maar hard voor. Nou, ik kan je één ding vertellen. Dat gebouw, dat komt er gewoon. Ja. Of je moet die principiële dude zijn en op dat moment met het filmpje in je hand naar je vrouw toe gaan en zegt, lieve schat, dit is er gebeurd. Vorige week heb ik een meisje ontmoet. Ze heette zo en zo. Ze heeft me verleid en we zijn in het Bastion Hotel beland. Als je echt eerlijk bent en je hebt nog super relatie met je vrouw, ga je waarschijnlijk niet met Simone mee naar het Bastion Hotel. Mm-hmm. Snap je? En als je echt helemaal cool bent met jezelf, dan kan je het doen en dan vertel je het daarna meteen. Of als je echt een man bent, dan vertel je het daarvoor.
Als je een supergangster bent, zorg je dat je vrouw ook naar het Bastion Hotel komt. Maar snap je, er zijn gradaties in de shit. Maar de meeste mensen zijn gewoon chantabel. En hebben, en we hebben het over die ruggengraat, die is al opgelost. Dus wat wil je gaan doen als ze je gaan chanteren en je hebt geen ruggengraat meer? Dan zijn er ook mensen. Mensen zijn op heel veel manieren te chanteren. Sommige mensen hebben drankproblemen, drugsproblemen, gokproblemen. Soms laten ze iemand met een minderjarig persoon naar bed gaan, dat die persoon misschien niet weet dat die persoon minderjarig is. Maar ik denk, zeg maar, er zijn. Je hebt natuurlijk. Ik bedoel, het staat zelfs op Netflix met grote vriend Epstein. Dat dit soort dingen wel degelijk gebeuren. Maar goed, om even... Luister, ik wilde wel zeggen. Als mensen denken dat ze wakker zijn geworden. Doordat ze naar de Epstein-ding op Netflix hebben gekeken. Dan komen ze van een koude kermis terug. Dit was echt pedogate light. Mm. Ja? Want er wordt op bepaalde hamvragen. Wordt er super slecht ingegaan. Het is fijn dat het er is. Maar het is waardeloos vergeleken met wat ze echt hadden moeten vertellen. Nee. Maar mijn punt is, zeg maar, het is niet meer te ontkennen dat dit soort zaken gebeuren. Ik vind het voor mijzelf alleen heel erg lastig om, zeg maar, ja, van wanneer. Je bent veel stelliger in dingen te zeggen, gewoon erover, of dingen te roepen erover. Ja. Terwijl, ik kan dat niet zomaar, weet je. Ik zeg niet dat alle politici, zoals Joep van het Hek insinueert. Ik zeg niet dat iedereen hier baat in babybloed en rituele offers doet. Maar als je de toponderzoeker hier in Nederland daarvan aan de tand voelt, die daar heel veel radioprogramma's over heeft gemaakt, en je vraagt haar op de man af, wat denk jij? Dan ja. En je ziet zoveel dingen terugkomen. Jaar na jaar, na jaar, na jaar. En je hoort steeds meer slachtoffers. En je hoort dat dezelfde hoofdverdachten genoemd worden. Kijk, op een gegeven moment wordt iets. Kan het wiskundig geen toevalligheid meer zijn? En dat is het punt waarop we nu zitten. Mensen kunnen optrekken en aftrekken en rekenen. En op een gegeven moment komen we er gewoon achter van wiskundig klopt dit gewoon niet. Hetzelfde met als Joe Biden ergens in een tuin campagne ging voeren. Dan stonden er 9 mensen. Mm-hmm. Dat waren gewoon zwervers uit de buurt die ze een tegoedbon voor bol.com gaven om daar te komen staan met een Biden-vlagje. Zelfs Obama heeft nog, zeg maar, de campagne moeten overnemen van Biden. Mm. Zelfs bij Obama kwam er geen hond meer kijken. Mm. Niemand was daar. Mm. Ja. Ja, dan moet je toch gaan rekenen. Ik geloof niet dat er meer mensen zijn geweest in Amerika die op Biden hebben gestemd. Nee, dat geloof ik ook zeer zeker. En dan kan die televisievrouw van M, ik weet niet eens hoe dat wijf heet. Ik weet het oprecht niet. Mm-hmm. Ik weet het niet. Sorry, ik moet ook niet zeggen dat wijf. Het is een hartstikke aardige vrouw. En ik zie ook dat zij uit de goedheid van haar hart opereert. En zij heeft dan een programma gemaakt. Dan ging ze in de verkiezingsstrijd ging ze naar Amerika. En dan ging ze met Trump-aanhangers praten en met Biden-aanhangers. Snap je? Maar ik durf te wedden dat als zij gewoon random in verschillende staten aan was gaan bellen bij huizen, dat je nooit zoveel Biden-mensen had gevonden. Mm-hmm. Dus het is, wij krijgen hier het idee, omdat, zeg maar, het programma duurde misschien een half uurtje. En ze is 14 minuten bij Biden mensen, 14 minuten bij Trump mensen en 2 minuten is ze in er eentje de conclusie aan het vertellen voor de mensen hier. Mm. Snap je? Mm-hmm. Maar ik kan me, ja, ik geloof gewoon niet dat er in hem. En ik ken veel mensen in Amerika. Ik heb veel collega's in Amerika. Ik heb mensen die ik al jaren spreek, met wie ik goed e-mailcontact heb en zo. En ik zie ook hoe hun leven en hoe hun in de wedstrijd staan. Mm. En sommige mensen, niet iedereen wil het even hard toegeven, maar. Mm-hmm. Mensen schreeuwen niet van de daken dat ze op Biden hebben gestemd. Nee. Omdat ze dat niet hebben gedaan. Nee. Ja. Nee. Weet je? Dus het is. En toch denkt mijn moeder dat Joe Biden de verkiezingen gewonnen heeft. Mm. Ja, en dat brengt bij ons met kerst weer een rare sfeer aan tafel. Omdat ik dat echt niet denk. En nou, dat viel trouwens heel erg mee. Dat was geen rare sfeer. Maar je moet elkaar toch gaan overtuigen. Ja. En nogmaals, we zullen zien. Ik denk niet dat Trump zich gewonnen geeft. Ik denk dat hij alles op alles gaat zetten. Misschien tot martial law aan toe. Om het echte recht te laten zegevieren. Mm-hmm. Want er zijn te veel valse stemmen naar Biden gegaan. En er zijn te veel momenten geweest waar er ineens 100.000 stemmen werden gedumpt in een bepaalde staat, waarvan 99% voor Biden was, weet je. Ja. Het kan zelfs niet zo zijn dat als je een doos hebt met geposte stembiljetten. Mm-hmm. Er komt een doos binnen met 10.000 stemmen. Dan kan het nog niet zo zijn dat al die stemmen voor jou zijn en geen één voor mij. Nee, dat is statistisch onmogelijk. Nee, en nogmaals, ik heb dan heel eventjes 3 jaar gestudeerd.
En ik heb een paar jaar extra gedaan over statistiek. Maar na die paar jaar extra snapte ik het wel echt, snap je? Dus dan... Het voelt niet goed en de cijfers kloppen niet. Nee. Kijk, en als iets alleen niet goed voelt en uiteindelijk kloppen de cijfers wel... Ja, dan zal ik ook zeggen, als de cijfers kloppen... Ja, dan kan het voor mij voelen hoe het voelt. Maar als de cijfers kloppen, ja, dan heb ik geen poot om op te staan. Maar ik denk, ik hoop echt in dit geval en ik bid hardop... en ik hoop dat heel veel mensen dat met mij doen. Weet je, je zag gewoon in de fysieke campagne... zeg je op een gegeven moment... duizenden mensen in Nigeria op straat. Nigerians for Trump. Mm. Geen één Nigeriaan heeft iets gedaan om een lijkje omhoog voor Joe Biden. Om aan te geven hoe het leeft bij mensen. Ja. Trump heeft oprecht een snaar geraakt bij mensen. Mm-hmm. Weet je? En Trump is misschien niet je favoriete mens. Maar hij is wel die ene oom in de familie die altijd met zijn vrachtwagen er is als er een verhuizing moet zijn. Mm. Snap je? Ja. Nou, en ik denk voor nu gewoon, en dat is ook waarom die zoveel, zo populair begint te worden around the world, is dat die mensen beginnen... Stop. Trump is altijd populair geweest. Populairder. En ik denk dat Trump minder populair is geworden vanaf dat het moment dat hij president is geworden. Nee, dat is wat ik denk dus sinds maart dat die enorm gestegen is in populariteit, omdat mensen beginnen te zien dat waar we de tijd waar we nu in leven, dat corona en dergelijke gewoon, nou ja, ook gebruikt wordt door bepaalde mensen om meer macht te vergaren bijvoorbeeld. Nou, ja. Laten we niet te diep daarop ingaan, maar nou, ik vind het wel even leuk om een zijsprongje te maken in de COVID-spoedwet in Amerika. Mm. Er stond in de, je kan mij niet vertellen dat je een wet aan het maken bent voor een crisissituatie in een land. Als er in diezelfde wet staat dat er noodhulp moet komen voor transgenders en homoseksuelen in Pakistan. Mm-hmm. Misschien moet die hulp er zeker komen, maar die moet wel losgekoppeld worden van de noodwet waar we het nu over hebben. Mm-hmm. En dat soort dingen stonden er allemaal in. En er ging geld naar Zuid-Amerika en Midden-Amerika. Trump heeft het helemaal opgesomd. En wat daar gebeurd is, dat is ongelooflijk. Mm-hmm. Je kan niet een noodwet maken, weet je. Mensen zitten te snakken naar hun geld. Ze hebben $600 gehad. Mm-hmm. En het is tegengehouden door de Democraten. Mm-hmm. En Trump maakt het nu op een harde manier duidelijk naar het hele Amerikaanse volk. En wij moeten niet denken dat we buiten de Amerikaanse politiek staan. Hè? Mm-hmm. Dat vind ik ook wel belangrijk, want we hebben geen Europees leger. Amerika is de waakhond die alles op aarde op moet lossen. En als we hier echt een probleem krijgen met whoever, dan mogen we bidden dat Trump nog komt. Mm-hmm. Ja? En Thierry Baudet heeft een kerstkaart van hem gehad, ik niet. Mm-hmm. Jij wel? Nee. Nee. Ja, dat is het enige waar ik jaloers was op Thierry. Dat hij gewoon van Trump een kerstkaart had gekregen. Dat ik heel graag ook zelf in mijn brievenbus gaat. Maar verder ben ik absoluut niet jaloers eigenlijk. Dat is ook een grapje. Maar Thierry heeft wel echt een kerstkaart van Trump gehad. En ik vond het wel cool. En ik denk dat het nog heel erg... Het gaat nog heel erg entertainend worden. Ja. De aankomende weken, maanden, wordt nog sowieso... Er kan geen Netflix-serie op, er kan geen film op, er kan geen vlog op, geen podcast op tegen wat er nu in de wereld in real life aan de hand is. Mm. En hoe je daarmee omgaat, en dat moet je zelf weten. Nou, maar ik denk dus juist dat door de afgelopen maanden, inderdaad door corona, en als je op een gegeven moment begint te zien, nou, de World Economic Forum, alles wat daar een beetje achter zit, dan begin je dus ook opeens de charme te zien van iemand die uit dat soort systemen wil stappen. Dus ik heb juist het idee dat hij in populariteit aan het winnen is, in plaats van aan het afnemen. Omdat mensen beginnen te zien van, nou, oké, ik weet niet of ik het eens ben met Trump per se, maar één ding ben ik het wel mee eens, is dat die instituten die ons nu aan het leiden zijn, de WHO, de World Economic Forum, dat die eigenlijk gewoon nu de macht aan het hebben zijn over onze politiek. En dat het misschien wel een goed idee is om daar niet meer onderdeel van te zijn. En dat is ook de openbare standpunten van Trump. Weg uit de WHO, weg uit de VN. Mm. En kijk, die VN-soldaten... Dit zijn allemaal, ja, we denken dan dat de vredesbrengende blauwhelmen zijn. Tijdens alle vredesmissies is er gemoord, geroofd, verkracht, geplunderd. Google alleen, VN en al die NGO's in Haiti. Mm-hmm. Weet je, hoeveel miljoen hadden we hier in Nederland ook weer opgehaald voor Haiti? Tja, veel. Heel veel, ja, heel veel. En wereldwijd was er nog meer. En weet je wie Haiti mocht gaan herbouwen? Mm. De Clinton Foundation. Mm-hmm. Weet je hoeveel geld ze hadden? Mm. Honderden miljoenen. Mm. Weet je hoeveel huizen er zijn gebouwd van al dat geld? Mm. Gok.
je zou, ik weet niet hoeveel inwoners er zitten, maar je zou toch hopen dat je toch wel een paar honderdduizend, een paar miljoen wel neer kan zetten ervan. Afhankelijk van hoeveel, hoe duur, hoe groot je ze maakt. Er is een show geweest waarop verschillende internationale aanbieders mochten laten zien wat voor huizen ze bouwden. Mm. Een soort rij, maar dan buiten, zeg maar. Mm. Autorij, maar dan buiten met huisjes. Die demo-huisjes zijn de enige huizen die er echt gebouwd zijn met het geld wat wij allemaal gestort hebben. That's it. Weet je, dus je hebt ook nog eens, we moeten ook in gaan zien dat die organisaties, de Loterijstichting, want dat is ook een grote sponsor hier in Nederland van de Clinton Foundation. En de Clinton Foundation die zich opwerpt van, nou, dat regelen wij wel even. En dan heb je hier in Nederland tv-marathons en we moeten allemaal onze laatste euro geven aan die arme mensen. En die mensen in Haiti waren zielig, zijn zielig. Want Haiti is arm, slechte infrastructuur en er was een tering grote aardbeving. En alles was fucked up. Punt. Feit. Daar gaan we niet over discussiëren. Dat land had geld nodig, hulp, eten, huizen, riolering. De hele flikkerse bende hadden ze nodig. De wereld voelde dat. Er is massaal geld gestort. Mensen dachten, dit kan niet. Dit is een buurman die we moeten helpen. Zo voelden het op dat moment. Eindstand is zeg maar degene in de straat die zei, we gaan de buurman helpen. Die is gewoon keihard op vakantie gegaan van het geld. Heeft foto's ervan gepost op zijn Facebook met twee middelvingers in de lucht en heeft al het geld op rood gezet in Las Vegas. Dat is wat er in essentie gebeurt in de wereld. Wij worden emotioneel betrokken bij allerlei zaken. Daar willen we aan meewerken. Daar willen we onze tijd voor geven, onze energie voor maken. Dus ook weer klimaat, inclusie en dat soort zaken. Iedereen wil een schoon klimaat. Ja. Iedereen wil zwemmen in een rivier in de Alpen en naar zijn reet kunnen vegen met een boomschors en zo. Tuurlijk, dat is in essentie wie we zijn. Er is niemand die ooit heeft gezegd, ik wil dat het klimaat naar de kloten gaat. Nee. En volgens mij zijn we de laatste jaren ook, de laatste tientallen jaren, bezig met allemaal manieren vinden hoe we zo schoon mogelijk kunnen produceren. Mm. Maar er zijn ook gewoon een aantal dingen die, weet je, die gaan zoals ze gaan, weet je wel. Nou, dat klinkt vaag, maar je kan niet alles utopisch groen dromerig maken. Nee. Weet je? Dus waar er wordt gehakt, vallen er spaanders. Dat is ook gewoon, gewoon wel een ding. En ja, ik ben me daar gewoon van bewust. Laten we alles proberen op de schoonste, beste manier te doen. Maar ja, weet je, ik kook gewoon op gas. Alles wat ik op inductie maak, mislukt bij mij. En ik vind gewoon, ik wil gewoon mijn hele leven, tot ik 125 jaar oud ben, als ik dan nog steeds mag koken, afkloppen, wil ik gewoon op gas koken. En ik vind dat, weet je, dat is, hoezo mogen we nu niet ineens meer op gas koken? We zijn toch heel Groningen aan het leegpompen en nu moet ineens heel Nederland op inductie. Dat is ook weer zoiets dat ik denk, hoe dan? Dan gaan we al die huizen aanpassen, kost miljoenen euro's. Waar bepaalde bedrijven heel veel geld door verdienen. Ook dat. En voor wat? Ja, ik snap er zo. Maar de mensen die ervoor strijden zijn mensen die er met de goede bedoelingen voor strijden, denk ik. Alleen vaak niet eens doorhebben, want dan heb je het weer over die systemen dat juist die dingen gebruikt worden voor bepaalde agenda's. Ja. En ik bedoel, dit klinkt conspiracy, maar dat is het natuurlijk niet. Want je kan het gewoon, de World Economic Forum, je kan het overal nalezen. Het enige wat je moet doen is dat je het wil zien. Ja. Er wordt wel eens gezegd in bepaalde kringen dat als je zeg maar de slechterikken hebt, wat een klein stukje mensen is. En laten we ervan uitgaan dat het hele rijke mensen zijn. Nou, die met een klein clubje meer geld hebben dan alle mensen bij elkaar. Nou, dat is natuurlijk al heel raar. En kijk maar, je ziet het soms ook met sportmensen. Hoe kunnen linkse mensen dat oké vinden trouwens? Wat? Dat er een paar mensen zijn die alles bezitten. Ja, nou, ik denk dat heel veel mensen, heel veel good mensen, daar dus grote oogkleppen voor opzetten. Het is makkelijk om te doen alsof dat niet waar is. Aan de andere kant is het helemaal niet zo. Want als je het geld gaat volgen, dan kom je vanzelf uit bij een aantal multinationals. Nou, dan is natuurlijk de vraag, van wie zijn die multinationals? Een bedrijf is niets meer dan een façade voor het geld wat erachter zit. En ja, het is ook een kwestie van, weet je, soms worden er bedragen geroepen en dan zijn mensen heel erg, miljoenen. Maar een miljoen euro is helemaal niet veel geld. Nee. Ja, en het klinkt heel raar voor mij om te zeggen, het is een verhouding. Het hangt er helemaal vanaf. Als jij
een gezin hebt met 10 mensen... dan is €1 miljoen helemaal niet zoveel. Ga maar 10 mensen huisvesten en auto's laten rijden en eten en op vakantie. 10 miljoen is niet veel, of 1 miljoen is niet veel geld. Mm-hmm. Echt niet. Mm-hmm. En zeker niet als je het vergelijkt met de bulk aan geld die de Bezos en dat soort mannen van de wereld bezitten. En dan krijg je nu natuurlijk dat mensen wakker worden zien van ja, Amazon is zoveel procent gegroeid en de kleine sigarenboer die moet dicht. En die mag ook niet zijn vuurwerk verkopen waar die normaal gesproken 8 maanden huur van kan betalen. Mm-hmm. Ja, en dat snijdt er gewoon in bij mensen. Dat hakt er echt in. En ik denk ook, weet je, daar moet ook over gesproken worden. En daar hoor je Hugo de Jonge met zijn frikadel en zijn reet, hoor je hem daar nooit over. Mm-hmm. Hoe zit het met alle mensen die zelfmoord plegen, gek worden, hun bedrijf verliezen, mm-hmm. hun relatie verliezen, hun vrouw beginnen te slaan, omdat ze helemaal lijp worden van alle corona-maatregelen en de restricties die er op een bedrijf wordt gegooid. Mm-hmm. Je hoort er niemand over, maar geloof me, ik hoor die verhalen wel en ik zie ze en ik voel ze. Zeker. Ik heb een Vlaamse jongen bij mij in de podcast gehad en die uit de event scene. En die had moet niet overdrijven, maar wel in een hele korte tijd had hij 31 directe mensen in zijn omgeving die zelfmoord gepleegd hebben. Ik heb dat verhaal ook gehoord, inderdaad. En ik durf te wedden dat het woord wat ze er vaak voor gebruiken in de Nederlandse pers is familiedrama. Mm-hmm. Ik denk dat er heel veel familiedrama's nu gebeuren die zoveel mogelijk onder de mat geschoven worden als dat ze kunnen. Ze proberen daar geen nieuws van te maken. En als het gemeld wordt, dan is het op pagina 8 van de krant en een klein berichtje rechts onderaan, weet je wel. Nou, er was een Vlaamse een podcast, of in ieder geval een Vlaamse YouTuber. Die was in Nederland gevonden in een rivier. Ja. En ze zeiden gevonden in een rivier. En ze impliceerden eigenlijk een beetje dat er een ongeluk was gebeurd. Daarna nooit meer iets van gehoord. Maar was dat niet die Poolse jongen? Ik weet niet of die Pools was, maar ik weet het niet. Het was een Vlaamse jongen in ieder geval. Ja, maar die heeft gewoon zelfmoord gepleegd. Dat heb ik dus achteraf weer gehoord van een Vlaming. Die zei van ja, nee, maar wacht even. Dit is gewoon zelfmoord. Ja, want eerst wilden ze het laten lijken in dat verhaal alsof het een soort van vermoord was door iemand. Zoiets, ja. Ongeluk, iets, vermoord, iets, ja. Maar in ieder geval dat hij het zelf niet had gedaan. Ja. Ja, kijk, weet je, er zijn heel veel mensen die hebben zoveel shit meegemaakt en in hun hoofd en hun computer zit gewoon vol. Snap je, er zijn mensen die, weet je, hun ziel is geplunderd. Ze zijn letterlijk misbruikt op vele manieren. En dat doet zoveel met de mens. En die mensen hebben het nu, denk ik, extra moeilijk. Weet je, die al in de knoop zitten met zoveel shit en die zeg maar pre-corona ook al moeite hadden om een uitweg te vinden. Mm. Ja, voor die mensen is het echt, echt, echt heel moeilijk. En als ze kijken, ik wil alleen maar zeggen tegen ze, weet je, nu meer dan ooit, blijf sterk. En ik weet dat het soms de dood kan lijken op een soort van ultieme uitweg of zo. Maar weet je, voor de mensen om je heen, als je het niet voor jezelf doet, dan voor mij. Weet je, geloof me, er is iemand die je gaat missen. Mm. En er is iemand, er zijn mensen die het niet gaan begrijpen. En al denk je soms dat je waardeloos bent, je gaat een gat achterlaten wat niet te vullen is. Mm-hmm. Dus weet je, zolang je... En ik snap hoe moeilijk het is voor die mensen. Hè? Zeker nu, weet je, je raakt werk kwijt, niks is open. Weet je, kijk, ik heb er zelf niet zo heel veel last van in de zin dat ik niet voor mijn aanspraak naar een café hoef te gaan. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk ook zo, weet je. Een café is ook een plek waar mensen gewoon elkaar ontmoeten. Dat is het. Waar we zeggen wat we willen tegen elkaar. Mm-hmm. En scheid hebben. Weet je, de enige die bepaalt wat er gezegd wordt in een café is de baas van het café. Mm-hmm. En als die je niet moet, ja, dan trapt hij je eruit. Mm-hmm. Dat zijn een soort van de regels. En dat is toch ook een stukje, ja, een plek waar je vrij kon denken, vrij kon zijn, die ook uit de equation weg is genomen. Ja. En voor veel mensen is ook die horeca, is ook de huiskamer van horeca is de huiskamer van Nederland. Je ontmoet elkaar, je gaat met elkaar de gesprekken voeren die je nu niet meer kan voeren omdat er een social media filter tussen zit. Ja. En misschien is het toch, daardoor zie je nu wel een verschil. Jij zei eerder, toen we hier kwamen van ja, dat je de horeca mensen allemaal zo stil vond. En dat vind ik ook. Mm. Maar ik denk dat er een verschil is tussen een echt horeca mens. Mm. Zeg maar de barmedewerker die er altijd met hart en ziel staat. En die het gesprekje aangaat met persoon X en persoon Y. En die dat luisterende oor is. Dat is vaak niet dezelfde persoon
als de financieel belanghebbende van de bar. Mm-hmm. Snap je? Daar zit ook nog... Daar, en ja. Dus ik denk dat dat misschien ook nog wel een ding is. Ik denk niet eens dat het aan de mensen ligt. Ik denk meer dat het aan een aantal, klein aantal... En weet je, geld en macht maakt zo corrupt als de tyfus. Mm-hmm. Dus ik heb ook nooit, zeg maar... Ik ben gek op geld. Wie niet? Het is, als je iemand op straat ziet en die hebt geen geld in zijn zak... en je zegt tegen hem... zal ik even €500 in je zak doen? Dan zegt diegene... nou, dat zou ik echt super tof vinden. Er is niemand die anti-geld is, weet je wel. Dat is zo. Maar niet elk geld is goed. Zeg maar, als jij nu tegen mij zegt... ja, ik heb hier 3 hits... En worden allemaal hits gegarandeerd... maar je moet dit en dit en dit erop rappen... en dan daar en daar moet je dat en dat zeggen... en gegarandeerd dat 3 hits worden. Als ik die plaat niet voel... en ik moet iets zeggen wat ik niet ben... dan ga ik het niet doen. Nee. Maar er zijn maar weinig die principes... want dan komen we weer terug op het hele principesverhaal... die principes zo principieel zijn om dat op die manier te doen. Ja, maar dat is het. Kijk, en er zijn veel mensen die hebben misschien het gevoel... dat ze al hun ziel aan de duivel hebben verkocht... Of, dus misschien klinkt dat dan weer iets te zwaar, laten we zeggen... dat je je ziel in stukjes hebt geleased aan een maatschappij. Mm. Je kan hem... Het is nooit te laat om hem terug te claimen. Hij is helemaal van jou. Mm-hmm. En als je ooit een slechte beslissing hebt gemaakt... of je bent wel eens met een been op het verkeerde pad beland... of je hebt wel eens iets gedaan waar je spijt van hebt... het is oké. We vergeven je. Snap je? Je kan altijd terugkomen naar de goede kant. Mm-hmm. Want de goede kant is licht. En wij zijn open. En ik sta met open armen hier voor iedereen. Mm. Weet je? Kom en bekeert u. En we zullen er gewoon voor je zijn. Mm-hmm. Dat denk ik echt. En ik geloof dat. Maar er zijn misschien mensen die... Weet je, als je inderdaad het zwaard van Damocles over je hoofd hangt... en je bent chantabel. En je wordt bedreigd. Of er is een... ik snap het. Maar je kies uiteindelijk denk ik dat als je in het reine kan leven met wie je zelf bent en waarvoor je staat, dan dat leeft zoveel lekkerder. Dan heb je dit, weet je, het is een beetje het gevoel. Heb je wel eens een pedicure laten doen dat ze helemaal je voeten gaan? Nog nooit? Okay. Nee. Laat me dit, doe het. Ja, doe het. Ik moet in de truck gaan rijden en een pedicure gaan nemen. Ja. Lekker ook de contradictie tussen die twee. Juist. Stop. Precies. En zeg maar, als je dat laat doen. Dan halen ze al dat eelt eraf. Ze gaan je nagels knippen, je nagelriemen. Je moet in een badje, in weken. En dan gaan ze nog een keer met de schuurmachine er langs. Bij mij pakken ze echt de grote schuurmachine erbij. Hè. Maar daarna voelt het altijd alsof je schoenen zeg maar een maat kleiner lijken. Je lijkt te kunnen bewegen tussen je tenen. En dat heb je. Soms moet je gewoon eventjes door die pedicure heen. En dan denk je, dan zit je daar aan het begin in het badje. Maar na dat half uurtje denk je, ja, wat lekker eigenlijk. Ik voel me licht. En dat is... Weet je, we zitten te veel bagage gooien we op onszelf. En ik denk dat we worden ook, zeg maar... En dat rapmuziek draagt daar ontzettend aan bij. En ik wil ook de jeugd... Hip-hop is fantastisch. Hip-hop is de shit. Daarom luister je ernaar. De beats zijn vet. De raps zijn vet. Het is dik. Ik ben er al jaren verslingerd aan. Ik heb er mijn werk van gemaakt. Ik heb er mijn leven aan gewijd. Ik zal nooit slecht praten over de cultuur waar ik vandaan kom. Maar het is makkelijk geweest om de rappers te verleiden... om voor de materialistische goden te gaan werken. Mm-hmm. Snap je? Het is altijd moeilijker om Alanis Morissette in een Ferrari te laten rijden in een clip dan Lil Wayne. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Want jongens van de rap, straat en we hebben niet veel. En hiphop, we moeten het doen met wat we hebben. We komen vaak van niks. Ik ben een uitzondering op die regel. Ik ben met een gouden paplepel geboren in Diemen-Zuid. Mm-hmm. En in mijn leven ging wel alles fantastisch. Nee, dat is een grapje. Maar... dus als je van weinig komt, dan denk je nog minder na over waar het geld misschien vandaan komt en wat je ervoor moet doen. Ja. Dan ga je eerst, eerst die zak en dan kijken we daarna wel naar de... Snap je? En je bent je hele leven gevoed met juist dat ideaalbeeld dat je dat vele geld moet bezitten. Dus dan ga je daar misschien meer voor, omdat je niet weet hoe het voelt hoe het is om dat te hebben. En ik snap het ook. Als je straatarm bent geweest, ja, en je hebt echt de onderkant van de onderkant gekend, dan begrijp ik ook dat als je eindelijk een soort financiële vrijheid hebt, dat je daar ontzettend van geniet. Mm. En misschien een beetje gaat splurtsen links en rechts, weet je wel. Maar uiteindelijk, kijk, er zijn gewoon bepaalde dingen die ik niet wil doen. Ik wil, weet je, en als er bloed aan geld kleeft, dan wil ik het niet in mijn portemonnee hebben zitten. Nee, snap ik.
Want dan wordt je portemonnee wordt vies en bloederig. En dat gaat dan in je zak zitten. En dan komt in je spijkerbroek. En het is lastig. En dan moet je weer met een bloedvlek in je spijkerbroek naar de stomerij. En dan, voor je het weet, ben je de coronamoordenaar. Het is trouwens mijn schuld ook dat er heel veel mensen zijn doodgegaan. Dat was ook het mooiste. Dat er echt gewoon mensen voor de grap of niet hebben geroepen dat het mijn schuld is dat ze corona hebben gekregen. Ja, ja. Ja, maar dat, ik bedoel, dat verhaal dat krijgt natuurlijk iedereen die zich ook maar enigszins kritisch uitlaat. Ja. Van ja, jij bent onderdeel van, op jouw naam komen die doden te staan. Ja. Maar een makkelijke manier. Het gekste blijf ik vinden, Duitse. En Duitse, ik haal haar aan als voorbeeld. Ook omdat zij als een van de eerste heeft geroepen dat Zwarte Piet gewoon echt een schande was. Een smet op onze Nederlandse cultuur. En toen zij dat riep, werd ze ook voor gek uitgemaakt aan de tafel waar ze zat. Vol met oude witte mannen. Oude witte linkse mannen. En ja, Duits is ook een van de vrouwen geweest die gewoon hele simpele vragen stelde over gezondheid. En dit, dat. En het gekke is, Duitse werd voor die tijd en wordt nog steeds, denk ik, in mijn ogen altijd. Zij kon niets fout doen. Nee. Zij was de belichaming, letterlijk de belichaming van alles wat mooi was uit Nederland. En ik denk dat je, zeg maar, gedryfreeste stront van Duitse Kroes in microgrammen in een zakje kon verkopen voor duizenden euro's voor die tijd. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Die vrouw kon geen fout doen. Nee. En ik ken haar niet heel goed, maar goed genoeg om te zeggen dat ik weet dat ze een goed mens. Niet een goed mens, maar echt een oprecht mens. Die cares, weet je wel. Je ziet het aan, je voelt het ook aan als je bij haar in de buurt bent. En idealistisch. Ja. En dan denk ik van, weet je, en zeg maar dat de media achter mij aankomt, het is oké, ik snap het, weet je. Ik ben voor de media, misschien ben ik laaghangend fruit, snap je? Uiteindelijk ben ik laaghangend fruit wat ze nooit van de boom kunnen rossen, maar ik hang wel laag. Ja, ja, weet je, dat is gewoon mijn ballen, ik hang laag. En Duitsers zit misschien als een hele mooie pauw met veren wat hoger in de boom, en dan moet je misschien, weet je. En ze gingen zo hardcore op er allemaal. Allemaal. Het was alsof het gewoon een besproken, gesynchroniseerde actie is geweest. Cancel. Ja. Maar ze is overeind blijven staan. Sowieso. Mm-hmm. Want vergis je niet. Je bent fucking Duitse Kroes. Mm-hmm. Ja. En ze heeft nog nooit iets gezegd over geld. Maar als er iemand in Nederland fuck you money heeft, dan is het Duitse natuurlijk wel. En ik denk dat zij het gewoon heel netjes van de prachtige zijde heeft kunnen laten glijden. Mm-hmm. Letterlijk. En gewoon op een hele mooie Duitse manier, zeg maar, eruit stapte. Je moet begrijpen, er blijft geen stront hangen aan Duitsen. Nee. Zij is ingesmeerd met een anti-strontlaag. Die kunnen normale mensen niet zien, want het glijdt er zo vanaf. En bij mij is het meer van, die stront blijft even hangen. En dan maak ik er handgranaten van en dan ga ik ze teruggooien naar de mensen. En ik kom ook gewoon bij mensen langs. Pull up. Ik heb één keer één hele gekke pull-up gemaakt bij een tv-programma. Die zagen ze niet aankomen. Gingen ze ook weer. Ze hadden een nieuwsbericht over mij gemaakt. Wat gewoon. Het had geen één stijgen. Het geen één funderingspaal stond. Het was gewoon. Ja, dat. Ja, ja. Mm-hmm. En laat in het midden wie het was of wat het was. Toen heb ik opgebeld en toen gezegd, ja, ik wil hier nu over praten. Ja, maar dat kan niet. Ik zeg, nou, ik ben al onderweg. Dus ik sta straks in de lobby en jullie kijken maar hoe hard ik moet schreeuwen om iemand te spreken te krijgen. Ja, happened. Die vrouw is 3 dagen daarna niet naar de werk gegaan. Trillende handjes. Maar ik ga niet zeggen, ik ga nooit iets aandoen. Je hebt mij ook niet iets fysieks aangedaan. Nee. Maar als je bullshit over mij gaat schrijven en het schiet bij mij in het verkeerde keelgat en de enige reden dat je het hebt gedaan is om een soort clickbait te creëren. Nou, ik zeg altijd van, en hier sta ik ook achter. Als ik donderdagavond om 4 uur 's ochtends uit een hoerenkast kom rollen in Amsterdam met een fles whisky in mijn hand en de brokken coke in mijn neus, en Edwin Smulders ligt daar in de bosjes en klik, 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 die maakt vol met de flits een 30-tal prachtige foto's van mij op dat moment, kan ik niet haten. Nee, hij absoluut doet zijn werk. De bladen die foto's afdrukken, doen hun werk. En ik claim dat ik dat niet ben. En ik word geget. Mm-hmm. Dus de cirkel is rond. Ik kan niemand haten op dat moment. Alleen maar mezelf. Mm-hmm. Als ik niet wilde dat het beeld naar buiten kwam. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. En
Dus ik zal nooit boos zijn als er zoiets gebeurt. Snap je? Ik kan, het is oké. Okay. Maar je hebt een groot onrechtgevoel. Of zeg maar plichtsbesef tegen onrecht. Nou, of niet? Nou, kijk, ik heb een podium. Mijn eerste nummer 1 hit ging over zinloos geweld. Mm-hmm. Dus ik doe, nou ja, het zinloos geweld. Dat is toen ik 19 was, zag ik zinloos geweld als iets verschrikkelijks. Waarvan ik dacht, dit moeten we toch kunnen oplossen. Hoe kan het dat er allemaal jongens die er net zo uitzien als mij op straat worden doodgeslagen. Mm-hmm. En dat er daarna helemaal niets gebeurt. Weet je, daar was ik erg verontwaardigd over op dat moment. Mm-hmm. En terecht, denk ik ook. Mm-hmm. En nou, in het verlengde daarvan zijn wij met z'n allen nog steeds het slachtoffer van een zinloze machtsstructuur. En ja, ik denk dat, weet je, de wereld zou veel mooier kunnen zijn. Dat mensen veel minder problemen zouden moeten hebben. Hoe zie jij die wereld voor je? Niet heel veel anders als nu. Mensen mogen gewoon blijven wonen waar we wonen. Ik denk dat een van de grootste hoaxes in deze wereld is de energie. De energiemarkt. Mm-hmm. Waarom moet je in godsnaam betalen voor energie? Waarom? Kan iemand mij uitleggen waarom dat zo is? Want ik vind hetzelfde. Mijn wereld zou, als ik het voor het zeggen, een paar simpele dingen doen. 1 plat belastingtarief over alles. Ja? Gratis energie. Gratis water en gratis huisvesting in het land waar je. En dan laten we daar eens mee beginnen. Mm-hmm. En dan kijken we. En laten we dan eens gewoon gaan kijken hoe we ons voelen. Mm-hmm. Oh, laten we daar wel mee beginnen. Stop. Super top. Dit zou voor heel veel mensen al een hele grote impact kunnen hebben. Iedereen scheelt gewoon. Als mensen zich niet meer te druk hoeven te maken over simpelweg overleven. Kan ik mijn nuon betalen? Kan ik mijn waternet betalen? Krijg ik mijn huursubsidie op tijd binnen? Heb ik werk? Verdien ik dat half meiertje zwart op straat om deze maand een pakje cheque te kunnen kopen? Ik roep maar wat. En dit is gewoon dingen die mensen gewoon op een day-to-day basis leven. Mm. En ik denk als je heel veel dingen wat dat betreft makkelijker maakt. En ik geloof ook gewoon in marktwerking. Maar ik geloof ook gewoon in zij die veel doen horen meer te krijgen. Ik geloof er ook niet in. Dat, weet je, stel, je hebt 3 kinderen. En een van je kinderen ruimt een garage op. En die geeft je 8 euro. En die denkt, yes. Maar vervolgens geef je 3 euro en 3 euro... aan 2 broertjes en zusjes die niks gedaan hebben. Mm-hmm. Nou, dat is Nederland. Mensen die 8 euro verdienen door een garage op te ruimen geven 6 euro aan 2 mensen die niks hebben gedaan. Mm-hmm. Nou, en ik begrijp ook dat mensen daar een beetje bitter van worden. Want de mensen die. Ik snap ook. Ik begrijp aan de andere kant ook dat de mensen die sterker zijn voor de zwakkeren moeten zorgen. Maar ik denk dat als je dat op een wat natuurlijkere manier zijn gang laat gaan, dat dat vanzelf wel goed komt. Ik denk dat het in mensen zit, en zeker in sterke mensen, om voor veel meer mensen te zorgen dan zichzelf. Mm-hmm. Dus dat is ook, zeg maar, dat is ook jouw wens voor. Ik heb geen wensen. Nee? Ik probeer zelf een mooi leven te leiden. Ik leef hoe ik wil. Ik sta voor waar ik sta. En ik zal van mijn hart nooit een moordkuil maken. Als je wil benchmarken naar wat ik aan het doen ben, dan ben je welkom. Knuffel in een box in de lucht. Mm. Maar ik ben geen rolmodel. Ik ben geen voorbeeld. Ik ben gewoon een man op zoek. En ik geniet van mijn leven. Ik vind dat, we worden hier geboren. Het is een fantastische ervaring die we hier cadeau krijgen. Je mag hem helemaal zelf meemaken. En de snoepdoos waaruit we mogen kiezen is oneindig en gigantisch. En ik wens iedereen gewoon het meeste plezier op zijn zoektocht. Geloof me als ik je zeg dat ik plezier heb op de mijne. Mm. Elke dag opnieuw. En ja, ik gun dat iedereen met dezelfde passie in zijn leven staat als ik. En met dezelfde idee van alles kan. En als we een idee hebben, dan gaan we het gewoon doen. Ik heb hier bijzonder weinig aan toe te voegen, man. Frans, mag jou echt meer dan bedanken voor dit echt super fijne gesprek. Ja, ik vond het ook gezellig. We moeten nog een klein beetje knippen ergens. We gaan niet zeggen waar. We gaan niet zeggen waar, maar nee. We komen er wel uit. Ja, precies. Ja, ik vond het ook erg gezellig. Super, man. Thanks. Dankjewel. Jij ook bedankt, man. Nou, lieve vrienden, ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Like hem, abonneer en deel hem met je vrienden, of course, als je hem tof vond. En laat me even weten of je nog gast hebt die je graag zou willen zien.
Thanks en tot snel.